Dag iedereen, welkom op deze opleiding, uw papierloos kantoor met de PLW-module. Ikzelf ben Stijn, coach en trainer bij Portima en ik heb u al meegebracht. Ja, hallo iedereen, ik ben Kevin, ik ben eveneens coach en trainer bij Portima en we gaan jullie vandaag samen door deze opleiding gidsen. Voilà, en we starten daarbij natuurlijk met de inleiding. Hier komt ze aan en we starten met een inleiding als eerste punt zo meteen. Dan gaan we kijken naar de menus, specifiek in het kader van de paperless workflow. Dan gaan we zien hoe we documenten toewijzen, met andere woorden lokale bestanden toewijzen aan een specifiek dossier, contract of een schaalval bijvoorbeeld. Hetzelfde verhaal, maar dan met e-mails koppelen aan een bepaald dossier. Dan gaan we ook zeker kijken naar een aantal acties op de verbonden documenten. De rechtermuisknop geeft u een reeks mogelijkheden. Dan gaan we ook zeker kijken naar de briefwisseling gecombineerd met de PLW. De interactie met Outlook ook. Daar gaan we ook meteen iets over zeggen. En dan het voorlaatste punt, de instellingen of de parameters. En tot slot gaan we nog een conclusie trekken om zo af te ronden. En we starten natuurlijk met de inleiding. En daarvoor gaan we ook ineens overschakelen naar Brio zelf. Voilà. En kijk, ik zit hier nu eigenlijk in Brio PLW. En hoe zie ik dat? Doordat ik bovenaan zie staan bestand luik extra. En we gaan meteen zien, PLW betekent trouwens paperless workflow. En we gaan meteen zien dat eigenlijk de PLW een extra kolom genereert met de verbonden documenten van het dossier waar u in zit. Voordat we daar naartoe gaan, wil ik u eerst nog op het hart drukken dat het belangrijk is om Outlook te openen voor u eigenlijk uw PLW-brio opstart. Waarom? De interactie met Outlook gaan we straks zien in een van de titels en dan zal duidelijker worden dat dat zijn belang heeft. Eerst gaan we eens kijken naar een specifiek dossier en gaan we eigenlijk op de oorspronkelijke manier naar de verbonden documenten gaan voordat we de extra kolom gaan laten zien. En kijk, ik zit hier nu in een dossier van een zekere mevrouw Costello. U weet dat de verbonden documenten gekoppeld zijn per context. Dus elk dossier heeft zijn eigen verbonden documenten. Ik zit nu gewoon op het verzekeringsnemerscherm van deze klant als contextbetrokkenen. En kijk, wil ik hier naar de verbonden documenten gaan van mevrouw Costello op niveau betrokkenen, klik ik hier bovenaan op. En kijk, dan krijg ik hier de verbonden documenten te zien. Ik ga even terug naar het verzekeringsnemerscherm. Want ik kan u hetzelfde laten zien, vergelijkbaar, maar deze keer vanuit een contract. Ik doe bijvoorbeeld dit contract open. Voilà, het komt er nu door. Ik zit nu in dat contract. Wil ik van hieruit naar de verbonden documenten gaan en zo is het op dezelfde plek eigenlijk met schade gevallen, dan is dat telkens maal links beneden verbonden documenten. En dan krijg je verbonden documenten te zien van het dossier waaruit ik vertrokken ben, zijnde in dit geval dat contract van mevrouw Costello. Ik ga heel even terugkeren naar het verzekeringsnemerscherm. Want wat heb ik nu juist gezegd? Vanaf vandaag is op deze manier dat ik net getoond heb eigenlijk niet meer nodig, want er is een extra kolom die de verbonden documenten toont van het dossier waar u in zit. Nu, die kolom is nog niet zichtbaar, maar bovenaan ziet u staan bestand, luik, extra. En we klikken op luik, hè, dat is dat extra luik eigenlijk. En kijk, je ziet hier staan verbergen, tonen. Dat is met andere woorden dat extra kolom laten zien of niet laten zien. Of zoals u ziet op het einde van de lijn, de shortcut F8 kan u ook gebruiken. En kijk, hier komt die aan. Voilà, dat is de extra kolom met de verbonden documenten van mevrouw Costello op niveau betrokkenen. En kijk, als ik hier nu bijvoorbeeld dit contract open doe, dan zal u zien dat die verbonden documenten gewoon volgen naar gelang het dossier waar u naartoe gaat. Ik zit nu in een contract van die mevrouw en kijk, ik heb hier nu nog maar 3 verbonden documenten specifiek gekoppeld aan het contract waar ik hier in zit. Ik ga u nu even terug meenemen naar luik helemaal linksbovenaan, want we zien daar ook staan links-rechts, F6, met andere woorden, u kan die kolom ook kiezen om die aan de rechterkant te zetten. Dat is een persoonlijke instelling. Als u dat bij u verandert, is dat alleen bij u zo. En kijk, links-rechts, dan staat die rechts. Ik kan hem nu zelf terug links zetten, omdat ik persoonlijk die liever links heb staan. Maar dat is een keuze die u zelf kan maken. En wat hebben we dan nog hier? Lettergrote wijzigen zien we daar ook onder staan. Dat heeft puur te maken met de icoontjes in de kolom van de verbonden documenten, lettergrote wijzigen, dan komt er zo'n balk tevoorschijn met een blokje op. En kijk, als ik dat blokje opentrek, of naar rechts trek eigenlijk, dan gaat u zien dat die icoontjes enorm vergroten. Dat is misschien net iets te groot, hè, ergens in de helft of ietsje voorbij de helft links. Zo zet ik ze liever zelf. Maar u hebt zelf de keuze hoe u dat wil instellen. Voilà. Zo, dus dat is alvast die extra kolom.
dat de verbonden documenten contextgebonden waren, dat had ik u al zeker verteld. En wel, kijk, als we hier een niveau lager gaan, dan zien we hier staan verbonden documenten. U ziet daar staan 10 en tussen haakjes 4. Wat betekent dat nu eigenlijk concreet? Gekoppeld aan de context van mevrouw Costello, een contextbetrokkene, heeft zij 4 verbonden documenten. Dat zijn deze 4 die we hier zien staan. Maar in totaal, verspreid over alle contracten en schaalvallen, heeft die mevrouw 10 verbonden documenten. Zie je? Stel dat je zegt, om een of andere reden wil ik nu een keer in deze kolom al die 10 verbonden documenten zien staan, ook van de contracten en schaalvallen. Kijk, dan klikt u eigenlijk op die filter met dat kruisje om dat zo eigenlijk open te trekken. En kijk, nu heb ik hier die 10 verbonden documenten staan. Wil je dat nadien terug opspitsen per context, dan klikt u gewoon hierop. En straks gaan we ook zien later in de instellingen dat u ervoor kan kiezen om standaard al deze verbonden documenten te zien van deze klant. Maar dat blijft eigenlijk een eigen keuze. Voilà, dan denk ik dat we rond zijn wat de inleiding betreft. En gaan we terug naar de agenda of naar het overzicht. Voilà, en dan geef ik graag het woord aan Kevin voor het volgende onderdeel. Ja, dankjewel Stijn. Dus nu hebben we een duidelijk overzicht gehad van de extra kolom en hoe dat we de documentjes nu kunnen zien. Wel, nu gaan we verder kijken naar de verschillende menus die in die kolom terug te vinden zijn. En daarvoor gaan we eerst even naar een slide kijken en dan gaan we het praktisch in Brio zelf gaan bekijken. Ja, dus we gaan deze 3 icoontjes in het PLW-luik terugvinden dat Stijn net heeft uitgelegd. Het eerste is zo, ja, een vierkantje met een pijltje naar beneden. Dat zijn eigenlijk de documenten die al verbonden zijn in Brio. Dus die al toegewezen zijn aan een klant, een contract, een risicoobject of een schadegeval bijvoorbeeld. Dus die zijn al geclasseerd, zeg maar. En dan hebben we volgende 2 icoontjes, zo 2 blaadjes papier of een envelopje. De lokale bestanden of lokale e-mails. Subiet gaat wel duidelijk worden wat dat juist is en van waar dat die komen. Maar die bestanden gaan wij dus nog moeten gaan toewijzen of nog moeten gaan koppelen of klasseren in Brio. Voilà, dat is in kort wat dat die pictogrammen zijn. En nu gaan we naar Brio en gaan we het in de praktijk gaan bekijken. Voilà, dan gaan we nu in de praktijk zien waar dat die icoontjes zich terug bevinden in onze Brio. Ik ga eerst een klant openen, zodat dat duidelijker wordt. Dus we gaan Maartens Jan openen. En dan zien we meteen, zoals Stijn net heeft uitgelegd, dat hier links in die kolom documenten tevoorschijn komen. Natuurlijk afhankelijk van in welke context we staan of hoe dat de instellingen zijn van onze Brio. Maar standaard, als we de verzekeringsnemer openen, zien wij documentjes dat gekoppeld zijn op deze betrokkenen. Openen we dus een contract, zien we standaard die documentjes die dat aan die polis hangen. Nu, we zien ook meteen ja, het woord hier staan van het actief icoontje, zeg maar. En het icoontje zelf is ook aangeduid in het geel. En dus dan weten we dat dat actief is. Nu, we zien hier allemaal documenten staan. In dit geval zijn het er niet veel, zijn het er maar 7. Maar stelt dat daar een 50-tal documenten of u weet meer zijn, ja, dan moet je al gaan zoeken tussen uw documenten om een terug te vinden. Nu, hoe kan dat makkelijk? Hier van boven zien we een tekstfilter, eigenlijk een tekstvak. En daar kunnen we gaan filteren. Ja, dus daar kunnen we gaan opzoekingen doen tussen onze documenten. En op wat kunnen we gaan zoeken? Bijvoorbeeld op een naam van een document, een omschrijving, op een polisnummer, op een schadegevalreferentie, op de naam van een verzender, bijvoorbeeld. En hoe gebeurt dat dan? Ja, dan gaan we gewoon hier typen, bijvoorbeeld identiteitskaart, en dan gaat Brio zoeken naar het document met die beschrijving. We zien hier ook klantenfiches bijvoorbeeld. Ik typ klant en dan gaat hij mij alles waar dat klant in voorkomt terug gaan weergeven. We zien hier ook dat er een mail is ontvangen van Thierry bijvoorbeeld. Dus daar kunnen we ook op gaan zoeken. Nu, wat is wel belangrijk om het handig te maken en gemakkelijker te zoeken tussen uw documenten, is dat jullie eens samen bij de medewerkers van het kantoor duidelijke afspraken maken van hoe dat de documenten gaan genoemd worden. Want stel dat we hier een factuur gaan toewijzen. Ja, één persoon gaat dat misschien factuur noemen, de andere persoon een onkostennota, de andere persoon een betaling, weet ik veel, de andere persoon misschien nog iets anders.
Ja, achteraf, als je dat gaat terug moeten zoeken, dan gaat het niet evident maken als iedereen andere benamingen neemt. Ja, dus wat zeker aan te raden is, is dat jullie allemaal dezelfde benamingen gebruiken voor de documenten. Wel, eens dat de documenten hierin staan, kunnen wij ook gaan sorteren. Hieronder zien we gesorteerd op datum bijvoorbeeld. En de recentste staat van boven en de oudste beneden. We kunnen dat ook omdraaien. Bijvoorbeeld, ik wil de oudste van boven, de recentste beneden. Of we kunnen gaan zeggen, ik wil niet op datum gaan sorteren, maar bijvoorbeeld op bestandsnaam of op een omschrijving. En dan gaat dat ook weer natuurlijk aangepast worden. Nu, de meesten laten het staan op datum, maar dat is afhankelijk van uw voorkeur. U mag dat zeker gaan veranderen, dat is geen probleem. Nu, we hebben het eerste icoontje gezien, de verbonden documenten. Dat heeft Stijn daar straks ook uitgelegd. Maar hier het tweede, de twee blaadjes papier naast elkaar precies, dat zijn de lokale bestanden. Wel, als we daarop gaan klikken, zien we hier meteen documenten tevoorschijn komen. Ja, hoe krijgen we die daar? Dus de lokale bestanden bedoelen we eigenlijk bestanden die lokaal op uw computer staan, die wij dus nog moeten gaan toewijzen in een dossier in Brio. Ja, bijvoorbeeld als jullie scannen op kantoor, dat komt standaard in een mapje scans terecht op uw pc. En dan kan u hier via die folder eigenlijk naar die map scans gaan en die inhoud in Brio laten tonen. Ja, bijvoorbeeld hier zo gezegd is docs mijn mapje scans. Ik moet het niet openen, maar gewoon op de folder staan, de map selecteren en dan zeggen select folder. En dan gaat Brio mij de inhoud hier van die map laten zien. En dan vanuit hier kunnen wij dan de documenten gaan koppelen in Brio. Een beetje hetzelfde daarnaast, maar dan voor e-mails. Een beetje hetzelfde. Dus we hebben hier standaard onze e-mail van Outlook dat op onze pc staat, met de mappenstructuur die wij terug in onze Outlook vinden. Dus hier bijvoorbeeld heb ik mijn e-mailadres. En ik kan dat dan openklikken en ik kan bijvoorbeeld naar een mapje gaan waar dat mijn mails zitten dat ik wil gaan gebruiken. Hier van boven hebben we ook weer een tekstvakje waar dat we kunnen gaan zoeken naar bijvoorbeeld bepaalde mails. Bijvoorbeeld hier is een mail van Costello. Van mij, sorry. Dat ben ik. Ik heb mijn mails zelf gestuurd. Dus we kunnen op afzender gaan zoeken eigenlijk. In principe... Voilà, Delbeke. Dan gaat hij daar ook naar gaan zoeken. Wat is hier ook belangrijk? We hebben hier een menu staan en daar kunnen we gaan specifieren welke mails dat wij willen zien. Dus ofwel enkel die van vandaag, die van vorige week bijvoorbeeld, of alle mails. Ten slotte hebben we hier nog een scannertje. Dat ga ik nu niet laten zien. Maar als u bijvoorbeeld een scanner rechtstreeks op uw pc heeft gekoppeld of bepaalde scanners in het netwerk kunnen via een driver rechtstreeks in Brio scannen. Dus dan, als u zo'n scanner heeft en u klikt hier op het scanner-icoontje, gaat er automatisch hier een document verschijnen dat in jullie scan zit. Voilà, we hebben de icoontjes overlopen van het PLW-luik. Dus nu weten jullie wat die icoontjes allemaal betekenen. En later gaan we zien hoe dat we daar documentjes in krijgen en dergelijke. Wel, we zijn rond bij dit stukje en ik ga het woord terug aan Stijn geven voor de rest, maar we gaan eerst terug naar ons overzicht gaan. Voilà, dus punt 3, toewijzen van documenten. En dat betekent meer concreet, zoals Kevin er juist al naar verwezen had, dat we eigenlijk documenten of lokale bestanden gaan toewijzen aan een specifiek dossier, bijvoorbeeld een contract of een schadeval. En kijk, jullie weten dat die documenten contextgebonden zijn. En hier zien we een aantal voorbeelden. Aan de context betrokkenen verzekeringsnemer. Typische documenten die daartoe horen zijn een identiteitskaart, een klantenfiche, een attest schadeverleden natuurlijk ook. Voor risicoobjecten kan dat bijvoorbeeld een aankoopfactuur zijn, een inschrijvingsbewijs van een wagen of enkele foto's. Voor een contract kan dat bijvoorbeeld een mandaat zijn op bijzondere voorwaarden of een opzeg. En voor een schadeval typische voorbeelden zijn een schadeaangifte, een bestek, foto's van schadegevallen en zo meer. Voilà, dan gaan we dat nu concreet bekijken in Brio. Hè. Voilà, we zijn tussen in Brio aanbeland. En kijk, we gaan een concreet voorbeeld doen van toewijzen in een dossier van een zekere mevrouw Rooms.
en meer bepaald in een contract van die mevrouw. Ze heeft maar één contract, kan dat contract open doen en we vertrekken vanuit de juiste context en dat is heel belangrijk. En kijk, ik zit nu in dat dossier en hier moeten wij af en toe eens een keer refreshen om zeker te zijn, kijk, dat heeft nog geen enkel verbonden document. Ik kan nu een lokaal bestand, zijnde de medische vragenlijst van deze mevrouw, koppelen aan dit contract waar ik in zit. Kijk, ik ga dus naar het tweede icoontje gaan om mijn lokale bestanden in te laden. En kijk, hier heb ik lokale bestanden staan van een bepaalde map, maar ik moet altijd gaan checken, zit ik wel in de juiste map? Kwestie van een document dat je zoekt om te koppelen aan het contract te vinden. En ik zit hier nog niet juist, ik kan hier bijvoorbeeld alles van de documents nemen. Voilà, ik doe select folder en nu krijg ik hier de juiste documenten. Zoals Kevin er juist had aangehaald, kunnen wij hier gaan zoeken op een bepaald trefwoord en de medische vragenlijst. Voilà, en kijk, hier komt hem al naar boven. En het eerste wat ik hier wil koppelen is een PDF-document. En kijk, hoe wil ik hier dat nu koppelen of toewijzen aan het contract waar ik hierin zit? Rechtermuisknop toewijzen. Voilà, en als we daarop klikken, dan zullen we zien dat het toewijsscherm eigenlijk onmiddellijk open gaat. En kijk, hier ga ik direct een aantal velden invullen en zo meer. Maar misschien één ding. Stel nu, voordat we dat willen invullen, stel nu dat het document te zwaar zou zijn. Dan ga je zien dat hier dit hier rood kleurt. En dat betekent dat je zonder enige manipulatie dat je dat eigenlijk niet kan opladen. Maar wel, wat kan je dan doen? Kijk, het document is tegelijkertijd mee opengegaan. Mocht het zo zijn dat het document zelf niet mee is opengegaan, kan u altijd doen rechtermuisknop openen met preview. En dan gaat het open. Ik ga dat nu even op de voorgrond zetten. En wat zien wij hier? In dat document zelf, links, zie je zo'n klein balkje staan. En hieronder zie je eigenlijk hoe zwaar dat is. En wel, als je dat blokje op dat balkje naar beneden trekt, dan zie je eigenlijk ziender ogen dat dat gewicht van dat document verlaagt. En als je dan terug gaat zien en het kleurt intussen blauw, dan kan je het alsnog opladen. Nu, als het niet te klein is, heeft dat niet zoveel zin om het te verkleinen, dus ik kan het nu een beetje groter zetten. Maar zo kan je alsnog een document dat in eerste instantie te groot is, verkleinen om het toch te kunnen opladen. En wat hebben we dan hier? Dan hebben we hier drie verplichte velden, maar net erboven zien we ook nog staan documenttype. Je ziet, dat is geen verplicht veld, maar dat is wel een veld dat aangeraden is om aan te vullen. En dan moet u kiezen uit een bestaande lijst. En kijk, medische vragenlijst staat daar normaal gezien tussen. Kijk, hier is die. Voilà. En als ik aan de tabulator toets doe, dan zie je dat die benaming ook wordt verder doorgetrokken naar de omschrijving hier. Zie je? Hier kan je, als je wilt, nog een aantal dingen toevoegen als dat nuttig is. En als u zegt van, kijk, ik wil diezelfde benaming ook doortrekken naar My Broker omschrijving, kan u gebruik maken van dat zwart pijltje. En als u de benaming ook wil doortrekken naar het document, kan u het tweede zwart pijltje ook gebruiken. Maar toch een kleine kanttekening daarover. Als het document afkomstig is van een maatschappij of van een klant bijvoorbeeld, dan is het niet slecht dat je het document gewoon laat staan op de benaming dat de klant had gegeven, als die ook opportun is voor het document dat u aan het opladen bent natuurlijk. Als de klant dan u achteraf zegt van kijk, ik heb u een mail gestuurd of ik heb u een document bezorgd en ik had het zo genoemd, kijk, dan kan u gewoon zoeken op die zoekterm die de klant zelf had ingevuld. Als u zegt, ik wil het toch gewoon doortrekken zoals hierboven, zoals ik net zei, het zwarte pijltje. Dan hebben we hier de datum. En dus hier is het altijd geraden om de datum van het document zelf daarin te zetten, dat u vaak terugvindt op het document zelf. En nadien, als u nadien zou gaan zoeken in de verbonden documenten op datum, dan is het ook die datum die wordt overgenomen. Als we nog iets lager gaan, dan zien we hier ook staan, zichtbaar in My Broker. U weet, My Broker is eigenlijk de mobiele toepassing voor jullie klant. Als u het document zichtbaar wil zetten in My Broker voor uw klant, vinkt u dat aan. En dan heb je ook nog favoriete verbonden documenten. Als u het document voor uzelf binnen het kantoor als favoriet wil benoemen of markeren, dan vinkt u dat ook aan. En kijk, ik heb nu My Broker aangevinkt. Dan zien wij ook in de verbonden documenten, straks komt dat u ook, dat er hier zo een markering aankomt, zodanig dat het ook effectief zichtbaar is, dat het zichtbaar is in My Broker voor uw klant. Als we nog verder doorgaan, dan ziet u hier manuele handtekening. Wel, als het document zelf, dat mee opengaat, een handtekening draagt, dan vinkt u dat aan. Hier ga je dan de naam zetten van degene die getekend heeft. Dat zal regelmatig uw klant zijn. Daarnaast ga je de datum zetten van de handtekening die je ook vaak terugvindt, meestal op het document zelf. Voilà. En straks zal je dan ook zien, als we dat nu zouden opladen, dat dan
er een klein blauw labeltje aan dat document in de verbonden documenten komt staan, zodat je dat op zicht kan zien dat dat document eigenlijk getekend is. Verder door gaan we naar een activiteit hier. En kijk, de activiteit staat hier open en ik zet ze ook meteen op afgesloten. Ja, wat betekent dat concreet? Dat betekent eigenlijk dat er een activiteit wordt gemaakt van het feit dat je nu op deze moment dat document oplaat. En eigenlijk op zich kan dat geen kwaad. Hè. Dat staat nooit niet ergens in je weg. Maar dat is wel een beetje een vraag eigenlijk van de koepel van de verzekeringssector om zoveel mogelijk wat u voor een klant doet te loggen. Ah, wel, zo'n activiteit maken kan op zich nooit geen kwaad. En u kan er zelfs dan gewoon een actie aan koppelen als dat nodig is. Verder hebben we hier ook nog een zichtbaar in My Broker. Als u de activiteit zelf zichtbaar wil maken, ook in My Broker, kan u dat aanvinken en dan ziet de klant niet alleen het document zichtbaar in My Broker, zoals het hier staat, maar ook de activiteit op zich. Verder heb je dan ook de soort en de soort communicatie. Soort is een keuze die u maakt naar gelang het document dat u oplaat. De communicatie is er eentje van, maar ook een gebeurtenis enzovoort zijn ook mogelijke opties. En hier, de soort communicatie, gaat u nog meer specifieren waar het hier om gaat. En verder zien we de omschrijving van onze activiteit. En dan zie je dat eigenlijk de omschrijving van hierboven is overgenomen. Zie je? Verder heb je dan zeker ook nog een standaard actie die je eventueel aan wil koppelen als u nog een opvolging wil doen nadien. Dus de standaard actie is als de lijst hier aan tevoorschijn komt en dan maakt u de keuze volgens diegene die het is. En toch ook een heel onbelangrijk, niet onbelangrijk ding, en het staat onderaan, dat is de correspondent. Het is altijd nuttig om de correspondent die het document bezorgd heeft, om die hier ook gewoon aan te vullen. U kan dan gaan zoeken via het vergrootglas of hier op de naam zoeken. En vaak zal dat de klant zelf zijn, maar mocht er bijvoorbeeld iemand in de relatie staan, de echtgenoot bijvoorbeeld, die het zou gestuurd hebben, dan kan u ook daar de keuze van maken. En dan een laatste ding voordat we dit effectief gaan opladen. Dat is net onder de gele knop oké, ziet u staan, verwijderen na verbinding. Mocht ik dit aanvinken, dan wordt eigenlijk, met dat ik het document toewijs aan het dossier, aan het contract van deze klant, dan wordt het eigenlijk verwijderd uit uw lokale bestand. Zie je? Ik kan mij voorstellen dat u in eerste instantie misschien zegt van oei, dat wil ik zeker niet. Maar alles hangt ervan af hoe gestructureerd u werkt. Ja, anders kan ook een bepaalde map in uw lokale bestanden op den duur overvol komen staan. En ik zeg het nogmaals, we zijn het document wel degelijk aan het toewijzen aan het dossier zelf. Dus daar kan u het altijd terugvinden. We gaan het nu afwerken. En je ziet, we zijn al het document aan het opladen. Het wordt voorbereid. Je ziet dat eigenlijk aan dat uploadpijltje. Kijk, we gaan dat nu finaliseren. We gaan dat effectief koppelen aan het dossier of aan het contract van mevrouw Rooms. En kijk, als het pijltje een veken wordt, dan is het gebeurd. Ik zit hier nog altijd in mijn lokale bestand. Als ik nu ga kijken naar de verbonden documenten van dit contract, kijk, dan zie ik dat er wel degelijk in zit. En dat veken, dat blijft niet zo lang staan, een aantal seconden. Of als u refresh doet, dan verdwijnt dat ook weer. Maar het document is wel degelijk ingeladen. En kijk, twee dingen waar ik u nog zeker op wil wijzen. Ik had dat gemarkeerd als zijnde getekend door de klant. En dat is dat blauw labeltje waar ik over sprak. Zo ziet u op zich dat het document getekend wordt of getekend is door de klant. En My Broker, en dan ook zichtbaar gezet in My Broker, het verbonden document, ook dat zien wij hierin terugkomen. Voilà, dat is een eerste concreet voorbeeld van het opladen van een PDF aan een specifiek dossier, dit contract. We gaan een tweede voorbeeld doen en deze keer gaan we een keer een foto opladen. Ik ga op zoek gaan naar een nieuwe klant, de zekere meneer Roussel Mark. En kijk, hier is die. Voilà. En deze keer, even refreshen om te zien. Voilà, daar zit nog niet veel in. Deze keer heb ik eigenlijk een document ontvangen in foto. En ik wil dat koppelen aan de klant. Het gaat namelijk over zijn identiteitskaart. Intussen zit hij dus in mijn lokale bestanden. En ik wil die koppelen, deze keer, aan de context betrokkenen. Dus ik vertrek eigenlijk gewoon vanuit dit verzekeringsnemerscherm. Kijk, ik ga opnieuw mijn lokale bestanden inladen. En mijn filter van de juiste stond er al in. Die ga ik wegdoen. En ik ga hier zoeken op identiteitskaart bijvoorbeeld, of EID. En kijk, hier komt die naar boven. Het gaat over deze hier. En kijk, ik wil die koppelen aan deze klant. Rechtermuisknop toewijzen, net zoals de juiste. En dan krijgen wij het opnieuw, dat toewijsscherm. En ik ga hier weer beginnen. Hè. Maar voordat ik dat begin, ook hetzelfde. Een foto kan natuurlijk ook te groot zijn. Dan zou dat rood kleuren. Nu is dat niet het geval, maar stel dat.
kijken, dan kan ik hier de foto op de voorgrond nemen. En ik herhaal nogmaals, als de foto niet naar boven komt, klikt u gewoon hier rechtermuisknop, preview tonen, en dan komt die wel naar boven. Ik kan ze nu hier op de voorgrond nemen. En kijk, hier zie je staan JPEG-kwaliteit en resolutie. En als ik die aanvink, dan komt daar zo'n vinkje op. Zie je? En hieronder zie je ook de zwaarte staan. Stel dat ik hier dat bolletje van de JPEG-kwaliteit een klein beetje naar beneden trek, dan ga je zien dat het eigenlijk al onmiddellijk verkleint. Gaat u weer kijken, als het tegen dan blauw kleurt, is dat voldoende. Of u kan ook gebruik maken van de resolutie enzovoort. En als dat dan een beetje verkleint, dan heeft dat impact. En als dat die niet meer te zwaar zijn, kan u die alsnog opladen. Maar ik herhaal, we gaan dat niet doen als dat niet echt nodig is. Dus ik ga het terug een klein beetje groter zetten. Voilà. Ik ga terugkeren naar mijn toewijsscherm. En ik ga een documenttype invullen. Ik herhaal nogmaals, geen verplicht veld, maar wel sterk aangeraden. Identiteitskaart staat daartussen. Ik ga mijn tabulatortoets gebruiken. Wordt doorgetrokken naar omschrijving, My Broker omschrijving en de klant heeft het gemarkeerd als EID. Voor mij is dat goed. Ik herhaal nogmaals, als u dat ook wil doortrekken, gebruik je het tweede zwarte pijltje en zo meer. Een handtekening is hier niet op van toepassing. Dat document is niet getekend. Een activiteit wel, maar er is geen verdere opvolging nodig. Dus ik kan de activiteit ook gewoon helemaal afsluiten. En tot slot, kijk, je ziet hier, een oké is nog niet opgelicht. Hè. Ik moet hier nog wel delen, ook bij de activiteit. En kijk, mijn identiteitskaart wordt er eigenlijk ook gewoon mee overgenomen, omdat ik dat hier ook zo benoemd had. Voilà, de andere velden hebben we er juist al overlopen. Ook de correspondent, weet u, is toch een belangrijk. Als de klant het u bezorgd heeft, kiest u de klant. En anders kiest u iemand anders. En verwijderen na verbinding, dat is hetzelfde verhaal als er juist. Mag het weg uit uw lokale bestanden, vinkt u het aan. En anders vinkt u het niet aan. En klikt u op oké. En kijk, het is weer in volle voorbereiding het opladen. We gaan nu oké doen. En als het uploadpijltje een veken wordt, is het gebeurd. Het is in orde. Als ik nu terug ga kijken naar de verbonden documenten van meneer Roussel, dan zie ik dat er wel de hele is opgeladen. Zie je? Netjes opgeladen. En tot slot ga ik u nog een laatste voorbeeld. We hebben nu een PDF opgeladen, een keer een foto, ook een keer een Word-document. Kijk, ik ga op zoek aan deze keer naar een zekere mevrouw Billen. En die mevrouw heet Maria met haar voornaam. En ik ga deze keer een schadegeval op scherm roepen. Kijk, die mevrouw heeft hier een paar schadegevallen. Ik ga dit schadegeval open doen. Voilà, altijd even refreshen, zodat je de laatste update ziet van het dossier waar u in zit. En deze keer, het gaat over een waterschade, heeft de mevrouw eigenlijk de verklaring van haar schadegeval in een Word-document gezet. En wel hetzelfde, dat staat intussen op mijn lokale bestanden. Ik ga die hier inladen om te gaan zoeken. Mijn filter staat er nog in op zoeken. Ik ga hier zoeken op aangifte bijvoorbeeld. En kijk, hier komt het naar boven. Dat is de aangifte van het waterschadegeval van mevrouw Maria Billen. Rechtermuisknop toewijzen. Dat is een van de mogelijkheden die ik er juist ook heb getoond. Rechtermuisknop toewijzen bij een PDF en bij een foto. Maar er is eigenlijk ook een alternatief. Als u met twee schermen werkt, dan kan het ook even nuttig zijn om in plaats van rechtermuisknop toewijzen te doen, om gewoon te slepen van het ene naar dit scherm, of van het andere naar dit scherm. Kijk, ik kan het nu gewoon eens toepassen. Dan is het eigenlijk strikt noodzakelijk niet nodig om hier uw lokale bestanden in te laden. U kan ook hier gewoon blijven staan. En kijk, ik heb nu maar één scherm, maar ik kan er hier twee simuleren. Kwestie van het u helemaal te kunnen tonen. Ik ga mijn embryo een klein beetje versmallen. En ik heb hier mijn lokale bestanden. En kijk, stel dat dat mijn tweede scherm is. Ik ga hier zoeken in het dossier. En dit is de aangifte die behoort tot dit schadeval. Kijk, wat doe ik dan? Dan ga ik eigenlijk dat gewoon slepen. En we slepen dat naar de kolom van de verbonden documenten. En ik laat het hier los. En wat zien we dan? Dat hem automatisch, nadat hij gedaan het versprongen is naar de lokale bestanden. En kijk, het document is opengegaan, maar ook het toewijsscherm. Zie je? Dus dat is een alternatief. In plaats van rechtermuisknop toewijzen, kan u dus evengoed slepen. U maakt volledig zelf de keuze waar u het meest handig ligt. En kijk, we gaan hier de keuze weer maken van ons documenttype. Hier ga ik idee nemen, aangifte schadegeval. Ik wil die benaming ook doortrekken naar omschrijving en ook naar de My Broker omschrijving. Het document aangifte is goed voor mij. En kijk, één ding. We hebben nu een Word-document. Stel dat u zegt van ja, maar eigenlijk wil ik dat als verbonden document meteen in PDF. Kijk, dan hebt u hier bovenaan
links van verwijderen naar verbinding, de mogelijkheid om daar een PDF van te maken. Als u zegt van kijk, het is toch gewoon voorlopig voor intern binnen ons kantoor, dat mag in Word blijven, vinkt u het niet aan. Als u het wel doet, ik kan het nu een keer doen, dan gaan we zien dat dat straks in de verbonden documenten wordt bewaard als een PDF. Ik heb de benaming hier ingevuld. De activiteit ga ik ineens op afsluiten zetten, want er is geen verdere opvolging nodig. En kijk, dan wil ik ook hier die benaming. En kan ik oké doen. En kijk, het zal direct in een veken verschijnen. En we gaan terugkijken naar onze verbonden documenten. Met een brio eerst terug wat groter zetten. En als ik in de verbonden documenten kom, wat zie ik dan? Mijn aangifte schadeval van deze klant is netjes in PDF bewaard, omdat ik bovenaan die keuze had gemaakt om het in PDF te bewaren. Voilà, dan zijn we rond en heb ik u getoond hoe dat je eigenlijk lokale bestanden toewijst aan een specifiek dossier. Voilà, dan zijn we hiermee rond en dan geef ik graag het woord door aan Kevin. Ja, dankjewel, Sijn. Dat was zeer duidelijk hoe dat we dus documenten gaan kunnen koppelen in onze brio. Wel, wat gaan we nu zien? Dat is eigenlijk juist hetzelfde, maar niet voor documenten, maar voor e-mails. En dus we gaan terug naar onze brio om dit in de praktijk te zien. Voilà, dat is onze brio. En like als Stijn daarnet heeft laten zien, dat was hier de lokale bestanden, dus ofwel slepen ofwel rechtermuisklik. En nu gaan we hetzelfde doen voor onze e-mails, dus dat is het icoontje daarnaast, dus het envelopje. We hadden daar straks al uitgelegd dat we naar verschillende mapjes konden gaan navigeren. In dit geval heb ik deze mapje nodig voor de voorbeelden. En een eerste voorbeeld dat we gaan doen is bijvoorbeeld... Delbeke Elken heeft ons een e-mail gestuurd dat zij de offerten accepteert voor haar auto. Wel, hoe gaan we dat doen? Je hebt verschillende manieren. We gaan bijvoorbeeld eerst onze klant openen en dan het gaan toewijzen, zoals Stijn daarnet heeft laten zien. Of een andere mogelijkheid is, we gaan straks zien hoe dat je dat moet aanduiden, dat dat werkt, dat is bij de instellingen. Maar stel dat het e-mailadres van uw klant gekend is in het systeem, dan is het mogelijk om eventueel automatisch die klant te openen. Dus in dit voorbeeld was Delbeke Elke, acceptatie offerte. Wel, als ik daar rechter een muisklik op doe, kan ik hier zeggen zoeken via het e-mailadres. Is dat e-mailadres gekend in ons systeem, dan gaat Brio dat automatisch openen. En ja, inderdaad, hij opent Elke. Oh, wel, voilà. Nu, de mail heeft te maken met de acceptatie van haar offerte. Hier is een project Nieuwe Zaken, dat is haar offerte voor een autopolis. Dus we gaan deze mail in deze polis gaan toewijzen. Hoe doen we dat? Net hetzelfde als Stijn daarnet heeft gedaan bij de documenten. Rechter een muisklik op de e-mail en we gaan zeggen toewijzen. Ik ga nu niet iedere veldje terug opnieuw overlopen. Stijn heeft dat zeer duidelijk gedaan daarnet, dus jullie weten wat het allemaal is. Maar de belangrijkste gaan we uiteraard wel samen overlopen. En we zien, hij heeft het erachter geopend. Een andere manier, hier is de e-mail zelf openen of via het loopje. Documenttypen, dus aan te raden om in te vullen. In dit geval bijvoorbeeld is dat een communicatieklant. Zij heeft ons een e-mail gestuurd. Communicatieklant, bij omschrijving, dus de omschrijving van hoe deze mail in Brio gaat genoemd worden. Daar kunnen we eventueel iets achter typen of gewoon helemaal iets erover typen. Ja, bijvoorbeeld acceptatie, offerte. MyBroker-omschrijving, dus hoe dat het in MyBroker gaat omschreven worden. En hier het fysieke document. Dat gaan we zo laten staan. We mogen dat eventueel gaan veranderen, maar zoals Stijn zei, best als het van een klant komt of een andere partij de originele naam laten staan. Nou, wel, we hebben hier alles ingevuld en we zien dat we onze oké-knop krijgen. Dus ik kan gewoon zeggen oké. Er komt weer een lijntje onder, een vinkje te staan. En in principe, als ik nu naar mijn verbonden documenten ga zien, zit mijn mail in het dossier, zoals we zien. Wel, dat is één voorbeeldje. Nu, ineens heeft Elken ook ons een mail gestuurd met een kopie van haar pas erin. Dus we gaan terug naar onze e-mails. En we zien hier Delbeke Elke foto's pas. Ja,
we hadden daar juist gezegd, en Stijn heeft dat zeer duidelijk uitgelegd, dat de documenten bij de juiste context horen. En een pas, ja, dat heeft niks bij wat er nu open staat te maken, dus bij het contract niet, maar gewoon algemeen bij de klant. Dus we gaan terug naar de verzekeringsnemer. En hier kunnen wij opnieuw rechtsklikken op de mail en zeggen toewijzen. Voilà. We zien de mail verschijnt hierachter. We hebben tekst in de mail. En het is geen bijlage, maar elke heeft de foto gewoon rechtstreeks in de mail geplakt. En dat gebeurt meer en meer tegenwoordig met de smartphones, met de tablets of eventueel zelfs als je gewoon iets kopieert op je PC en je plakt dat in je e-mail, kan dat er gewoon standaard in komen te staan zonder dat het effectief een bijlage is. Wel, wat kunnen we dan doen? Ja, het zit erin. Stel dat we dat apart nodig hebben, toch alleen de foto van de mail. Wel, hier zien we zo twee vierkantjes staan van boven rechts in het luikje. En dat zegt e-mail met bijlage apart gaan toewijzen. Dus stel dat daar nu een bijlage in zit, dan gaat hem dat ook apart zetten. Maar ook als het geen bijlage is, like als we net gezien hebben, de foto zit gewoon in de mail geplakt. Dus we gaan daarop klikken. Ja, soms opent hem het venstertje, soms niet. En we zien hier in het toewijsscherm inderdaad nu een foto staan van de pas. Stel dat er nu in de handtekening van die klant nog een foto stond en zo verder, een afbeelding, dan stonden die hier allemaal apart. En die dat je niet nodig hebt, kun je gewoon simpel gaan verwijderen. Okay. Nu, ik ga mijn mail niet gaan bewaren, dus ik ga die gewoon zeggen verwijderen, want ik wil alleen de foto of de kopie van mijn identiteitskaart. Documenttype gaan we invullen. Like als Stijn het heeft uitgelegd, belangrijk voor bepaalde functies achteraf, maar ook bijvoorbeeld voor mijn identiteitskaart of mijn rijbewijs. Als ik hier mijn documenttype ga invullen, dan gaat dat automatisch in de juiste tegel komen te staan bij de documenten op het klantniveau. Oké, alles is ingevuld en ik kan hier op mijn OK-knop klikken. Er gaat weer een V'tje tevoorschijn komen en als we nu naar onze documenten gaan kijken, zien we hier identiteitskaart staan bij de klant. En in principe, omdat ik nu documenttype identiteitskaart genomen heb, als ik hier nu naar mijn documenten ga zien, zien we inderdaad in de tegel van identiteitskaart zit nu ook deze kopie. Hetzelfde als uw documenttype klantenfiche wettelijk neemt en rijbewijs, dan gaan die hier automatisch in tevoorschijn komen. Oké, dat was een tweede voorbeeldje. En dan gaan we nu nog eens een derde zien. En dat zijn dat wij verschillende documenten of verschillende bijlagen kunnen gaan toewijzen vanuit één mail. En daarvoor hebben we een mail gekregen van Gallens Wesley. Voilà, dus Gallens Wesley. Hij heeft foto's van zijn huis doorgestuurd. En dus we gaan eerst de klant gaan opzoeken. Wesley. Ja, het zijn foto's van het huis. Dus waar heeft dat bij te maken? Ja, bij het gebouw, bij het risicoobject, het gebouw. Dus we gaan naar risicoobjecten. En dan gaan we hier zijn gebouw gaan openen. Voilà. Weer net hetzelfde. Rechtermuisklik en toewijzen. Ah, wat zien we hier staan? Stijn had het daar straks al gezegd. Als iets te groot is om het in Brio te gaan toewijzen, dan gaan we dat hier in het rood zien staan. En inderdaad, we zien 8,70 megabyte in het rood, dus dat is te groot. Dus deze e-mail gaan we eigenlijk nooit niet zo in Brio kunnen krijgen. Nu, er zijn oplossingen voor. Ik ga dat ook laten zien, hoe dat we dat kunnen oplossen. Ter info, we kunnen maximum per documentje ongeveer een 6 megabyte gaan opslaan in Brio. Dus we zitten hier over. Nu hebben we hier een ander icoontje. Dat is een soort paperclipje. Dus als er geen afbeelding geplakt is in de e-mail, dan krijgen we dit icoon. En dat is gewoon om de bijlages apart te tonen. Dus we klikken daarop. En we gaan terug naar het toewijsscherm, want hij heeft mijn ander scherm geopend. Voilà.
En we zien nu dat onze message, dus onze e-mail, apart staat en al onze bijlagen. Ja, wat kunnen we nu doen? Ja, vooraleer dat we dat moeten gaan toewijzen, moeten we dat dus gaan verkleinen. Ofwel moeten we het allemaal apart gaan toewijzen. Dus bijvoorbeeld hier de e-mail alles gaan invullen. De eerste foto alles invullen. Tweede foto alles invullen. Zo voor iedere bijlage. En dan kunnen we pas op OK gaan klikken. Nu, ik ga het niet op die manier doen. Ik ga van alles terug één geheel maken en dat zo in Brio steken. Nu, hoe doen we dat dan? Ja, we gaan naar de foto dat we willen verkleinen. En we klikken hier bijvoorbeeld op het vergrootglas en dan opent hij mijn preview. Zoals Stijn er straks heeft uitgelegd, we kunnen makkelijk JPEG-kwaliteit aanvinken en de resolutie. En Brio gaat zelf iets gaan berekenen. En hier heeft hij ongeveer 1/3 van de originele grootte gemaakt. Stel dat uw klant een foto op zijn kop doorstuurt of op zijn zijkant, we kunnen dat hier ook gaan draaien. Stel dat dat van een schadegeval is bijvoorbeeld en hier dat raam, daar is een barst in en u wilt toch zeker zijn dat mits het te verkleinen dat het nog goed zichtbaar is, dan kan u hier bij de linkermuisklik, als u dat inklikt, de linkermuisknop, een kadertje trekken. En dan kan u hier op de plus klikken om het uit te vergroten en om te zien als het nog goed zichtbaar is op de gecomprimeerde manier. Oké, het ziet er goed uit. We hebben het verkleind en dan kunnen we hier ofwel op het kruisje klikken ofwel zeggen we gaan naar onze volgende bijlage. Hetzelfde, we gaan dat hier aanduiden. Je ziet, deze is 2,66 megabyte. De kwaliteit en de resolutie. Stelt dat dat nog te groot is, kunnen we het eventueel nog gaan verschuiven. Lijkt als Stijn er straks heeft uitgelegd. Het is niet de bedoeling om ieder document te gaan verkleinen. De kleine documentjes die kunnen we zo laten. Maar als we documenten hebben van ja, hier bijvoorbeeld 2,66 megabyte, is het toch wel aan te raden om ze te verkleinen. Want stel dat u achteraf een mail wilt versturen naar uw klant of naar een maatschappij en u moet daar verschillende documenten in steken en het zijn allemaal grote documenten, ja, dan gaat u die mail niet meer kunnen gaan opslaan in Brio, aangezien die groter gaat zijn dan 6 megabyte. Ja, dus toch wel aan te raden om de grote documenten zeker te gaan verkleinen. En zo kan ik verder gaan voor al mijn afbeeldingen of al mijn bijlages. Hop. En de laatste. Voilà, ik heb alles verkleind en dan kan ik hier op het kruisje van boven klikken dat dat venster dicht gaat. En wil ik hier nu terug één geheel van maken, ja, dan mag ik mijn mail nooit niet geschrapt hebben, want dan lukt het niet. Maar als ik mijn mail dus behoud, ik klik daarop, dan krijg ik nu hier een ander icoontje. En als ik daarop klik, dan gaat Brio terug één geheel maken van deze mail. En we zien nu, daar juist was het 8 megabyte, denk ik, en nu is het 2,66. In het blauw, dus het past in Brio. Oké, we gaan terug invullen wat we moeten invullen. Een communicatieklant bijvoorbeeld, dus een klant heeft ons dat gestuurd. En het waren foto's, en dus we kunnen zeggen communicatieklant en dan bijvoorbeeld foto's huis. En we kunnen op onze OK-knop klikken. Voilà. Hier komt een lijntje onder. Het gaat ietsje trager nu, omdat het een grotere mail is. Voilà, een vinkje. En bij onze verbonden documenten vinden wij nu terug onze mail met die bijlages erin. Voilà, dan zijn we nu rond voor het deeltje mails, om mails te gaan toewijzen in een dossier. Dan is het nu tijd voor onze eerste poll. Voilà. En die luidt als volgt. In welke context dien je het attest schadeverleden toe te wijzen? Bij een contract, bij een schadegeval of bij een verzekeringsnemer. Als jullie zich even goed herinneren, Stijn heeft het daarnet verteld gehad waar dat het beste bij hoort. Jullie mogen gerust eventjes antwoorden. Voilà. Het juiste antwoord was bij de verzekeringsnemer.
Ja, daar is het logischste, aangezien dat niet specifiek bij een polis of niet specifiek bij een schadegeval te maken heeft, maar algemeen bij de klant. Voilà, dat was het voor dit stukje. En dan geef ik het woord terug aan Stijn voor het volgende deel. Dank u wel, Kevin, voor deze klaar en duidelijke uitleg. En dan gaan we nu naar punt 5, acties op de verbonden documenten. En daarvoor schakelen we over naar onze Brio natuurlijk. Voilà. En in Brio het eerste concrete voorbeeld. Dat is op zoek gaan naar deze klant, meneer Maartens, die we er juist ook al een keer zijn tegengekomen. Voilà. En we hebben hier de verbonden documenten van deze klant. Nu, zoals er straks al aangegeven, heb jij een hele reeks opties op de verbonden documenten. Wat betekent dat concreet? Dat betekent eigenlijk concreet de rechtermuisknop op zo'n verbonden document. Op elk verbonden document kan je dat toepassen. En kijk, we gaan bovenaan beginnen. Via deze weg kan u het document openen. U weet, dat is maar een alternatief natuurlijk, want gewoon op het document zelf dubbelklikken opent het evengoed. Maar via deze opties is dat ook een mogelijkheid als u dat wenst. Verder hebben we dan nog detail documentactiviteit. En dat is zeker een heel interessante. Dat als ik die aanklik, dan kom ik eigenlijk terecht in het detail van het document en de activiteit zoals ik die er juist heb laten zien. Dan komen we eigenlijk met andere woorden terecht in het toewijsscherm van uw klant. Stel dat u zegt, van, kijk, je bijlijk hier het document fout benoemd of onvolledig of zo, dan kan u dat ook aanpassen. Stel dat je hier ook zegt, ik wil die wettelijk daar ook achter, dan is dat perfect mogelijk om dat via deze weg te doen. Ik wil die benaming doortrekken naar mijn broker en misschien ook naar de documentbenaming. En hetzelfde met de activiteit, ook hier kan u die aanvinken als dat nodig is, afsluiten of eventueel een update doen als u een opvolging wil doen via bijvoorbeeld een standaardactie. Voilà, en kijk, we gaan het concreet maken. Ik heb dat hier lichtjes aangepast. We gaan oké doen. Voilà, en met dat nu is aangepast, zien we dat het ook hier vervolledigd is. Wat hebben we dan nog? Mogelijkheden op de rechtermuisknop. En dan ga ik even dit als voorbeeld nemen. Ik zie hier een e-mail instaan met een bijlage. Wel, rechtermuisknop. Zie ik hier staan, e-mail bijlage opnieuw toewijzen. Dat wil zeggen, zoals Kevin er juist had toegelicht, een mail met een bijlage is in zijn geheel opgeladen. En wel, als ik wil, kan ik die bijlage opnieuw toewijzen. Kijk, dan klik je daar gewoon op. Voilà. En dan krijg je dit eigenlijk. Stel dat je zegt, van, kijk, ik wil hier toch een bepaalde benaming aan geven. Bijvoorbeeld, ik moet een voorbeeld nemen. En we trekken die benaming door. Voilà. Dan heb je zo eigenlijk je bijlage hernoemd. Hieronder is dat ook doorgetrokken. Stel dat je van die tweede zegt, tja, ik heb die bekeken, maar dat gaat gewoon over het logo. Ook die kan u updaten, maar u kan die ook gewoon wegdoen. Als u zegt, die heeft verder geen opportuniteit, dan hebt u ook gewoon de mogelijkheid om bijvoorbeeld te zeggen, rechtermuisknop, verwijderen. De andere heb ik aangepast en nu kan ik oké doen. Voilà. En zo is dat gebeurd. En kijk, hier zie je die opnieuw toegewezen bijlagen nu tevoorschijn komen. Wat hebben we dan nog van mogelijkheden op de rechtermuisknop? Dat is ondertekenen. We hebben hier een aantal ondertekeningsopties staan. En u weet, als een document ondertekend is, digitaal, als dat zo in Brio zit, heeft dat zo'n blauw labeltje. En wel, kijk, kom daar recht op terug. Het allereerst is eigenlijk ondertekenen op kantoor. En dat betekent eigenlijk dat uw klant bij uw Brio zit en dat die tekent met zijn identiteitskaart. Dan zien we hier tweemaal staan, ondertekening vragen. Eén, ondertekening vragen zonder meer, het andere voor meerdere documenten. Dat is de methode die ook gelanceerd is door Brio een tijdje geleden en die te maken heeft waarbij de klant eigenlijk tekent vanuit zijn zetel, hè, met zijn identiteitskaart, met It's Me, met een sms-code of met een e-mailcode. Dat is deze optie, ondertekening vragen. Voor meerdere documenten, en dan weet u, kan u meerdere documenten tegelijkertijd laten tekenen door uw klant. Wat hebben we dan nog? Ter ondertekening in Brio Mobile markeren. Dat wil zeggen dat uw eigen document doorstuurt naar uw eigen Brio Mobiel dan. Zodra als u naar uw klant gaat, dat u eigenlijk van daaruit uw klant kan laten tekenen, mits het koppelen van een identiteitskaartlezer enzovoort. En dan hebben we hier nog de manuele ondertekening. Ik sprak u net over het blauwe labeltje. Als een document digitaal getekend is en zo in Brio zit, heeft dat een blauw labeltje.
Maar u kan ook documenten die fysiek getekend zijn, waarmee andere woorden een handtekening opstaan, kan u markeren met zo'n blauw labeltje door manuele ondertekening toevoegen te doen. En dat betekent eigenlijk zoveel als zo'n blauw labeltje toe te voegen om zo te markeren dat ook een fysiek document gewoon een getekend document is. Wat hebben we dan nog? Opties rechtermuisknop. Zichtbaar maken in MyBroker. Als u zegt van kijk, dit document mag de klant zichtbaar zien in MyBroker, dan kan u dat gewoon hier zo markeren. En u weet, MyBroker gaat dat in real time, dus enkele seconden later zal uw klant dat kunnen zien. En wat zien we dan? Dat de MyBroker markering hier ook gewoon op het document staat. Stel dat u zegt, ik heb mij gemist en mag je dat toch niet zien, dan kan u gewoon het omgekeerde doen door opnieuw rechtermuisknop en kies u gewoon net daar schuin onder, niet zichtbaar in MyBroker. Hetzelfde verhaal met een document markeren als een favoriet verbonden document. En u weet, een favoriet verbonden document komt terecht hier in het tabblad documenten van uw klant. Ah, wel, kijk, als u daarop klikt, wordt dat eigenlijk onmiddellijk gemarkeerd als favoriet verbonden document met de zichtbare markering hier aanwezig ook. Zie je? Hetzelfde verhaal als u dat wilt ontdoen van markeren als favoriet, net daar schuin onder het omgekeerde. Goed. Voilà, dat zijn al heel reeks mogelijkheden, maar we zijn er nog niet. We gaan nog eens een keer mogelijkheden bekijken. Document schrappen. Dat is iets dat u normaal gezien zelf gaat gebruiken. Alleen als u een document zou hebben opgeladen en dat was eigenlijk compleet fout, het was al opgeladen, het was niet nodig, dan gaat u eigenlijk document schrappen doen. Wat hebben we dan nog? E-mail. Doorsturen, beantwoorden of aan iedereen beantwoorden. Dat kan u natuurlijk alleen maar gebruiken op een e-mail in bijlage. Kijk, hier in bijlage hebben we een aantal e-mails. Ik heb hier een e-mail staan. Als ik nu rechtermuisknop doe, dan zie ik hier de e-mail doorsturen of beantwoorden of aan iedereen beantwoorden. Kijk wat er dan gebeurt als ik daarop klik. Voilà, net op geklikt. En wat zien we enkele seconden later? Kijk, springt er een mail open om die mail naar de klant te beantwoorden. Hè? Beste klant, enzovoort. En hieronder zet u uw tekst en u verstuurt uw antwoord naar uw klant. En wat is het voordeel daarvan? Dat wordt beschouwd als een communicatie vanuit Brio. En dus komt er ook een duplicaat in Brio zelf terecht. Want van elke communicatie die u doet vanuit Brio, vindt u ook een duplicaat in de verbonden documenten terug. En kijk, hier is het. Hè. De mail die ik net beantwoord heb aan deze klant, wordt als duplicaat ook in de verbonden documenten gestoken. En zo hebt u altijd een naslag. En zoals ik er straks al zei, je hebt hier ook gewoon doorsturen of aan iedereen beantwoorden. Hetzelfde principe. En die hoef ik niet per se apart toe te lichten. Wat hebben we nog? In de opties. Rechtermuisknop. Kijk, hier zie je zo vier attachments staan. En wel, kijk. Ik kan bijvoorbeeld dit document versturen als e-mailbijlage naar de klant. Ik wil dat verzenden. Kijk, dan klik je daar gewoon op. En kijk wat er gebeurt. Ik ga hier het e-mailadres van de klant aanduiden. Ik bevestig mee oké. En nu gaan we zien dat er eigenlijk onmiddellijk een mail openspringt met dat document in bijlage. Zie je? Stel dat je zegt, maar ik wou eigenlijk twee of drie documenten versturen, ben er eentje vergeten, dan hoeft u dat niet te sluiten. Dan laat u die mail gewoon openstaan. Gaat u terug naar uw Brio. En dan zegt u van, eigenlijk wou ik ook nog bijvoorbeeld dit document erbij. En dan doet u rechtermuisknop. Dan gaat u niet hetzelfde nemen als e-mailbijlage verzenden, want dan opent u opnieuw een aparte mail. Maar dan gaat u deze nemen. Toevoegen als e-mailbijlage. En toevoegen wil zeggen aan de e-mail die reeds openstaat. En kijk, als ik daar gewoon op klik, ziet die mee in de mail. Als ik nu ga kijken naar die mail die nog open stond, dan zie ik daar wel degelijk die tweede bijlage bij zitten. Zie je? En hetzelfde verhaal. Ik kan nu een onderwerp zetten zonder meer. En ik ga dat versturen. Een duplicaat van wat ik verzonden heb komt terecht in de verbonden document. Nu we het hadden over... En kijk, hier is het duplicaat net binnengekomen. Nu we het net hadden over het versturen van verbonden documenten per mail. Je kan uiteraard ook van meet af aan meerdere documenten tegelijk versturen. En als u bijvoorbeeld zegt, ik wil dit document en bijvoorbeeld ook dit document versturen. Kijk, u kan gebruik maken van de Shift- of de Control-toepassing. Met Control kan u twee documenten kiezen. Mocht ik Shift nemen, dan neemt u alles wat ertussen zit ook. Zie je? Ik neem bijvoorbeeld deze twee, dan moet u maar één keer rechtermuisknop doen als e-mailbijlage verzenden. En net zoals er juist, duidt u een e-mailadres aan en opent zich een mail met die twee documenten tegelijkertijd in bijlage.
En verder hebben we nog een aantal laatste opties. U kan het verbonden document terug op de rechtermuisknop natuurlijk. U kan het verbonden document ook gewoon downloaden om het zo in uw downloads te krijgen op uw computer. Of u kan het afdrukken of fiche in Brio openen. Wat betekent dat? U hebt er bijvoorbeeld voor gekozen in uw verbonden documenten om hier niet enkel de verbonden documenten te tonen van de context Jan Maartens, contextbetrokkenen, maar u hebt gekozen om ze allemaal open te doen. Weet u nog, hier bovenaan op dat kruisje van die filter klikken en u krijgt alle 25 documenten hier te zien. En stel dat ik hier nu zeg van kijk, ik zie hier een aantal foto's tussen staan. Ik wil naar het contract of het schadeval van deze foto, van het contract, in dit geval waar de foto aan hangt, dat doet uw rechtermuisknop, fiche in Brio openen. En dan open het contract waar deze foto aan hangt. Want nu zie je de context betrokkenen. Fiche in Brio openen. En hij opent over enkele seconden het contract waar die foto toe behoorde. Zie je? En dan nog een aantal allerlaatste opties, rechtermuisknop. Dat is onderaan, zie je ook dit hier staan. Weergave wijzigen. Weergave van de verbonden document. Wie zien die nu staan in pictogrammen? Kijk, als ik hier kies weergave wijzigen, kan u bijvoorbeeld ook kiezen voor lijst. Zie je? En dan krijg je hier die te zien. Je moet wel weten, als je daar kiest voor lijst, dan ga je niet de volledige omschrijvingen omschrijving of documentbenamingen zien, zoals bij een pictogram, maar wordt dat gereduceerd door één daarvan. Zie je? Dus dat zegt, ik wil dat toch liever volledig zien, kan u dat gewoon terugzetten. Of als dit toch uw keuze zou zijn om een lijst te kiezen, dat is helemaal uw persoonlijke keuze om hier voor te gaan wat u zelf wil. Voilà. Zo, en dan zijn we eigenlijk rond met de opties op de rechtermuisknop. En u hebt gezien, je hebt een heel deel mogelijkheden die het leven gewoon een stuk makkelijker maken qua efficiëntie in werking in uw Brio. Dus ik zou zeggen, maak er zeker gebruik van. Tot slot wil ik u nog een laatste ding meegeven. En dat is, de documenten die u toewijst, die worden ook bewaard eigenlijk in een aparte map PLW in uw lokale bestanden. Om te vermijden dat na verloop die map ook gewoon te vol wordt en een stuk van uw computer wordt belast, kan u die lokale bewaarde documenten eigenlijk wissen. En kijk, als ik hier ga naar de extra's, dan ziet u hier staan lokale bestanden wissen. Ja? En dan kan u die zo in één keer wissen om dat zo te bewerkstelligen. Goed? Voilà, dan denk ik dat we daarmee rond zijn. En dan kunnen wij naar het volgende hoofdstuk gaan. Ik geef ervoor graag het woord aan Kevin. Ja, dankjewel Stijn. Dat was dus zeer duidelijke info. Als men iets met een document wil doen, meestal rechtsklikken en daar eens gaan kijken. Wel, nu gaan we verder met het volgende deeltje en dat is de briefwisseling en de PLW-module. Hiervoor gaan we terug naar Brio. Voilà, dus we zitten terug in Brio en gaan we nu bekijken wat dat juiste briefwisseling is vanuit deze module. Daarvoor gaan we terug naar onze welgekende klant Maartens Jan. En bijvoorbeeld, wat gaan we hier doen? Ja, hij heeft een polis lopen. En jammer genoeg vertrekt hij bij ons en wil hij een plaatsingsmandaat voor deze polis. Oké, we openen bijvoorbeeld hier de betreffende polis, deze zeg maar bijvoorbeeld, van AXA. En dan kunnen we zeggen briefwisseling maken. En we gaan dan de juiste brief gaan kiezen, in dit geval plaatsingsmandaat. Oei. Voilà. Hop. Wel, wat kunnen we nu allemaal doen met die brief? Ik ga het niet allemaal laten zien, maar we gaan de opties links eens overlopen. Ja, enerzijds het document afdrukken, dat is effectief dit document gaan printen, plus het bij de verbonden documenten gaan zetten. En we kunnen het ook als e-mail gaan sturen, dus als bijlagen in een e-mail gaan versturen. Dat is wat we nu gaan doen. En dan gaan we de andere opties zien. Dus we kunnen kiezen als Word-document of als PDF-bijlage. Maar ik ga ervoor kiezen om een PDF te nemen. We gaan het niet naar de maatschappij sturen. We gaan het eerst naar onze klant sturen en vragen dan hem
om dat in te vullen, te ondertekenen en ons terug te bezorgen, zodat wij dat dan naar de maatschappij kunnen doorsturen. Dus we gaan hier kiezen, niet voor de maatschappij, maar voor een betrokkenen van het contract en onze klant zelf. Voilà. Oké, we wouden dat dus als bijlage versturen. Dus we doen hier als PDF-bijlage e-mailen. Naar Jan. Oké, en dan zeggen we links opnieuw als PDF-bijlage e-mailen. Normaal gezien wordt er een mail geopend. Of eerst de brief en dan gaat hij die brief in een mail steken. Voilà, de brief komt op het scherm. En als we nu op verzenden klikken, dan gaat hij doen afhankelijk van wat we net hebben gekozen. Dus we klikken op verzenden en dan gaat Brio deze brief in bijlage van een e-mail steken. Voilà, we zien een e-mail en de bijlage. Ik ga dat nu gewoon naar mijzelf sturen als voorbeeld, want dat e-mailadres bestaat niet. Dus beste klant, in bijlage vindt u uw plaatsingsmandaat. Gelieve dit in te vullen en ons terug te bezorgen. Oké, we gaan het verzenden. En zoals alle communicatie die wij verzenden vanuit Brio, gaat Brio automatisch een activiteit willen voorstellen, zodat wij een bewijs hebben van wat we net hebben gecommuniceerd naar onze klant. Oké, we zien de activiteit. Het is een communicatie, verzonden e-mail en de omschrijving van het verbonden document. Dus we kunnen nu gewoon zeggen, we gaan dit opslaan. En wat zien we nu? Ja, we hebben een e-mail met een bijlage verstuurd naar onze klant en die zit hier links in het dossier. Oké. Voilà, dat was één voorbeeld. Nu, Jan heeft hier bijvoorbeeld een nieuwe wagen besteld bij de garage en wij weten nu niet wanneer dat die effectief gaat geleverd worden. Maar het zou toch handig zijn om dat te weten voor zijn verzekering in orde te brengen. Ja, dus we gaan vanuit zijn voertuig bijvoorbeeld een mail sturen naar Jan met de vraag wanneer de leveringsdatum is. Dus we openen het risicoobject, zijn voertuig, bijvoorbeeld hier die Citroën. En dan opnieuw zeggen we links e-mail maken. Voilà. We krijgen dit scherm. En wat kan eventueel handig zijn, dat zien we bij de opleiding activiteiten ook, maar hier standaard kunnen wij aan een e-mail ook een standaard actie gaan koppelen. Dus ik ga een e-mail versturen en ik wil dat Brio automatisch achteraf nog een extra opvolging van deze mail gaat plaatsen in mijn activiteitenrapport. Ook hier bijvoorbeeld een taak, antwoord van de klant, gaan we hier plaatsen. Voilà. Ik ga mijn mail naar Jan sturen, naar onze klant, en we gaan zeggen naar Outlook gaan. Voilà, mijn mail wordt geopend. Ja, bestaat niet, e-mailadres, ik ga dat even aanpassen. En hier, beste Jan, gelieve ons de leveringstermijn of leveringsdatum van uw voertuig te bezorgen, zodat wij het nodige voor de verzekering kunnen doen. En we gaan dus de mail verzenden naar onze klant. Ja, enerzijds krijgen we standaard, like als bij iedere communicatie dat we doen, een activiteit omtrent deze mail. Dus in de meeste gevallen gaan we gewoon hier kort zetten. Leveringstermijn wagen opgevraagd. Voilà. En nu, we hadden gekozen om een standaardactie toe te voegen, dus nu krijgen wij onze standaardactie, de antwoord van het klant. En hier kunnen we eventueel gaan specifieren naar een andere vervaldag, dus tegen wanneer dit opgevolgd moet worden. Ik ga gewoon opslaan. En Brio heeft uiteraard opnieuw onze mail hier links bij de verbonden documenten gezet. Het waren twee voorbeelden. Nu misschien een iets uitgebreider voorbeeld. Dus we hebben nu dus een brief gemaakt die we via e-mail verzonden hebben. We hebben gewoon een standaard, alleen een e-mail verstuurd.
Maar waar kunnen de documenten ook van komen? Dat is uiteraard vanuit onze blokretourberichten, onze ontvangen berichten. En die moeten wij dan natuurlijk ook gaan benoemen bijvoorbeeld. En naar onze klant gaan doorsturen. Als voorbeeld gaan we hier naar onze ontvangen berichten gaan. Ik ga nemen productieberichten. En daar gaat een bericht staan van de voetbalvereniging FC Ieper. En het is een nieuwe zaak, een Talentia van AXA. Voilà, we gaan daarop klikken. De blokretour gaat zich openen. Dus standaard, zoals u gezien heeft in de voorbije opleidingen, belangrijk om hier die tabbladjes eens af te gaan en hier en daar, waar nodig, onze vinkjes zetten en zien dat Brio niet te veel risicoobjecten gaat creëren. Maar wat ons vandaag interesseert, is vooral hier de bijlage. En we zien meteen bijvoorbeeld, hier is de polis als bijlage en we kunnen daar ook de naam van het document aanpassen. Dit misschien niet aanpassen, aangezien dat van de maatschappij komt, maar we kunnen hier bijvoorbeeld de omschrijving dat het document gaat krijgen in Brio aanpassen of de omschrijving dat het document gaat krijgen in MyBroker. We kunnen eveneens zeggen dat dit document moet gaan gekoppeld worden in Brio, dat we het standaard direct willen laten ondertekenen door onze klant, dat het zichtbaar is in MyBroker. En we kunnen ook zeggen van er moet een activiteit gemaakt worden en die moet eveneens zichtbaar zijn in MyBroker of niet. Dit kunnen we gaan specifiëren per document. Dus ieder document kunnen we gaan zeggen, de naam of de omschrijving aanpassen. Moet het gekoppeld worden, ja of nee? Moet er een activiteit zijn, ja of nee? Moet het in MyBroker zichtbaar zijn, ja of nee? Of willen wij het standaard direct laten ondertekenen of niet? Voilà, ik ga bijvoorbeeld hier het vervaldagbericht en het kwijtingsbordereel niet gaan integreren, de bovenste twee wel. En we kunnen dan gaan klikken op opslaan. Brio gaat deze blokretour gaan integreren bij de klant. En hij gaat standaard voorstellen om onze bemiddelingsfiche te maken. Stelt dat we die nog niet hebben, dan kunnen we die hier heel rap gaan aanmaken. In principe weten jullie hoe dat in elkaar zit, maar hier kunnen we dus kiezen PDF of Word-bestand. We kunnen eventueel de naam van dit bestand gaan aanpassen, het zichtbaar maken in MyBroker of niet, een reden geven waarom, bijvoorbeeld, stel dat het een nieuwe wagen is, ik zeg maar iets. Bijvoorbeeld, welk risico wordt er verzekerd, ik zeg maar iets, dat is een VW Golf. Er zijn geen andere verzekeringen afgesloten voor dit risicoobject. We werken met een advies van onpartijdige en persoonlijke analyse. Motivatie waarom we dit advies geven. Bijvoorbeeld beste dekking, beste premie. En dan moeten we hier nog specifiëren welke informatie wij aan onze klant gegeven hebben. Bijvoorbeeld IPIT-fiche, algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden, etc. Onze vergoeding bijvoorbeeld is een commissie en dan kunnen we gaan zeggen dat we de bemiddelingsfiche eens gaan bekijken. Brio is de fiche aan het aanmaken en van zodra deze klaar is, krijgen we een preview te zien. Voilà. Het is wel een beetje klein, maar we kunnen hier eventueel gaan zoomen. Is het in orde het document, dan kunnen we hier beneden zeggen aanvaarden en opslaan. Brio heeft het succesvol geïntegreerd. We gaan eens kijken als het wel zo is. Dus wenst u het contract te openen? Ja. En we zitten in het contract. En zoals Stijn er straks gezegd heeft, soms komen de documentjes niet automatisch. Moeten we eens op refresh klikken. En we zien hier nu de drie documenten. Twee dat we hebben geïntegreerd van onze blokretour en de bemiddelingsfiche die we net hebben gemaakt. De voetbalvereniging zou graag toch al die documenten ook in haar bezit hebben. Dus we moeten deze nog bezorgen aan onze klant. Hoe gaan we dat doen? We gaan een e-mail verzenden met een begeleidende brief en deze documenten dus in bijlage steken van deze e-mail.
Hoe doen we dat? Ja, we gaan beginnen met hier briefwisseling maken te doen en de brief gaan zoeken die wij willen gaan gebruiken als begeleidende brief. Nu, ik weet welke het is, maar je kan standaard altijd gaan zoeken tussen de brieven. In dit voorbeeld gaan we nemen de die Nederlands. En we hadden daar straks al gezien, dus printen, het als e-mail bijlage doen. Maar een volgende optie is als inhoud e-mailen. Vooraleer dat ik het ga doen, ga ik die twee erop uitleggen. Dat is gewoon het document aanmaken als Word of als PDF. En voor de rest doet Brio er niks bij. Maar dan staat het gewoon bij je documenten in het PLW-luik en kan u het dan eventueel achteraf versturen naar uw klant of digitaal laten ondertekenen. Maar in dit geval willen we dus deze brief gebruiken als begeleidende e-mail en de documentjes in bijlage steken. Wat gaan we dus doen als inhoud e-mailen? Wat wil dat zeggen? Dan gaat Brio de tekst van die brief nemen en dat plakken in de tekst van onze e-mail. Het gaat wel duidelijk worden als ik erop ga klikken. Voilà. Er zijn geen manuele variabelen ingevuld, omdat het maar een voorbeeld is, is dat niet erg. Dus ja, we hebben hier geen e-mailadres van onze klant, dus we gaan het subiet gaan invullen in onze Outlook. En opnieuw moeten we hier kiezen voor als inhoud e-mailen. En wat zien we? Inderdaad, hij plakt hier nu mooi de tekst van die brief in de tekst van mijn e-mail. Wat kan ik nu doen? Ja, terug naar Brio gaan, zoals Stijn daar straks al heeft laten zien, en kiezen de documenten die ik in bijlage wil versturen naar mijn klant. Bijvoorbeeld, ik wil mijn bemiddelingsfiche en mijn polis. Ik kan die alle twee tegelijk selecteren en dan rechtermuisklik doen en zeggen toevoegen als e-mailbijlage. Hop, ze zitten erin. Normaal gezien toch, we gaan eens kijken. En ja, ze zitten erin. Ja, stelt nu, die klant had ook een klantenfiche en we hebben die nog niet doorgestuurd naar die klant, die kunnen we eveneens gaan toevoegen. Maakt niet uit dat dat hier niet binnen dezelfde context is. We gaan gewoon naar onze verzekeringsnemer. En we nemen het document hier, rechtermuisklik en juist hetzelfde toevoegen als e-mailbijlage. We hebben nu drie documenten in bijlage en we kunnen dit weer naar onze klant gaan doorsturen. Voilà. Verzenden. We krijgen weer een activiteit en we gaan dan zeggen opslaan. Wat heeft Brio nu gedaan? Hij heeft opnieuw hier bij mijn verbonden documenten een e-mail gezet dat we verstuurd hebben. Oké, dan hebben we nog één voorbeeldje. Daarvoor gaan we terug naar Maartens. Dus daar straks had ik uitgelegd, de documenten, ja, als die te groot zijn en u steekt die allemaal in de mail en u wilt die versturen naar uw klant. Ja, als het te groot is, is het te groot en gaat dat niet meer kunnen opgeslaan worden in Brio. Dus hoe kunnen we dat eventueel oplossen of waarop moet u letten als u in zo'n situatie zit? Ik ga het even laten zien. Bijvoorbeeld, hier zitten we in een DKV-polis en we hebben hier twee documenten, vrij grote documenten, een medische vragenlijst van 4,15 megabyte en een contract, dus de polis zelf, van 2,11. Dus we zitten hier boven de 6 megabyte, dus boven het maximum aantal wat Brio kan opslaan. Dus stel dat ik nu hier zeg van ja, ik ga een e-mail maken, dus naar mijn klant, naar Outlook gaan, zoals een gewone e-mail, en ik ga weer die twee bijlagen daarin steken. Dus ik kan ze alle twee selecteren, rechtermuisklik en zeggen toevoegen. Dan zitten die nu in mijn mail. Ik ga het weer even aanpassen. Dus beste klant, in bijlage vindt u de gevraagde documenten of wenst u die in te vullen en ons terug te bezorgen, afhankelijk van de situatie. En nu gaan we hier zeggen verzenden.
Maar je moet nu goed even iets in het oog houden. Hier rechts van boven zien wij een wachtrij. Ah, en daar komt nu een rode 1 te staan. Wat wil dat zeggen, die rode 1, als er iets mislukt is? Dus in dit geval is er 1 document mislukt, dus de e-mail. En als we gaan kijken naar het uitroepteken, gaat Brio zeggen wat er scheelt. Ja, dus inderdaad, het bestand was 8 megabyte, het is te groot. Het is net te groot, jammer genoeg. In dit geval was het 8 dat we kunnen sturen. Ja, wat is er nu gebeurd? De klant heeft wel de e-mail gekregen, dus die is wel verzonden. Maar in Brio zelf, hier, heeft hij nu die e-mail niet meer gekoppeld, omdat het te groot is om daar opnieuw te gaan steken. Wel, wat kunnen we dan doen? Rechtermuisklik op die e-mail en zeggen van ja, we gaan dat opnieuw apart toewijzen, zoals like Stijn daar straks heeft laten zien. En ze dan gaan verkleinen de documenten en ze opnieuw gaan versturen naar onze klant. Maar dat is eigenlijk de enige oplossing. En om hier gewoon die e-mail weg te krijgen, kunnen we zeggen wissen. En we zien, de wachtrij is terug leeg. Je mag trouwens deze balkje altijd rechts laten staan. Dat is dat de wachtrij op het snelste verwerkt wordt. Voilà. En dus zeker opletten bij de grootte van uw documenten. Als u documenten van een paar megabyte wilt gaan toewijzen, is toch wel aan te raden om ze eerst te gaan verkleinen om dit achteraf te gaan vermijden. Voilà, dan zijn we rond bij dit stuk. En dan is het weer tijd om een volgende poll, om te zien als jullie wel mee volgen. En de poll luidt als volgt. Is het mogelijk om een bijlage aan een e-mail te koppelen afkomstig uit verschillende contexten? Dus like als we daarnet misschien gezien hebben of niet, we gaan vanuit een contract en gaan daar een bijlage in een e-mail steken en eventueel vanaf de klant. Jullie mogen een antwoord geven van wat jullie denken. En inderdaad, het juiste antwoord is ja. We hebben het daarnet juist gezien. We zijn vanuit een contract, we hebben daar iets toegevoegd en we zijn terug naar de klant gegaan en we hebben daar de klantenfiche in de e-mail toegevoegd. Dus dat is perfect mogelijk. Wel, dat was het voor deze deeltje. En voor het volgende geef ik het woord terug aan Stijn. Dank u wel, Kevin, voor deze duidelijke uitleg. Voilà, en dan gaan we naar een volgend punt, zijnde de interactie met Outlook. We hebben er juist al gezien in de zijlijn dat er connectie werd gelegd met Outlook, maar nu gaan we specifiek focussen binnen de PLW op activiteiten die je kan connecteren met Outlook. Gaan we eens keer zien hoe dat eruit ziet in Brio. Voilà, dan gaan we in Brio een keer bovenaan naar de activiteiten. Mijn activiteitrapport. En kijk, ik heb hier bijvoorbeeld iets staan. Contacteren in verband met verhoging van de activiteiten. Een activiteit die nu al op agenda staat, maar die eigenlijk morgen een groene kleur zal krijgen. En wel, kijk, ik heb hier nu deze activiteit openstaan en links zie je hier staan bijwerken Outlook kalender. Als je dan daarop klikt, dan komt dat bij je taken in je Outlook kalender. Je hebt al de mogelijkheid om er ook een uur bij te zetten als je wilt, door op wijze te klikken. Kies hier bijvoorbeeld 17 uur, ik zeg maar iets, terug opslagen. En dan gaan we links die keuze maken, hè. Bijwerken Outlook kalender. En dat betekent met andere woorden dat deze taak, hè, want het is gemarkeerd als taak, dat wil ik u zeker sterk benadrukken, dat deze taak ook in uw Outlook staat. Ik wil zeer sterk ook benadrukken dat het niet de bedoeling is dat je met alles van die dingen in de collectie legt met Outlook. Want het is niet de bedoeling dat je permanent op twee agendas werkt. Maar voor bepaalde soorten kan dat nuttig zijn. Kijk, ik ga het u eerst laten zien. Als ik hier naar mijn Outlook ga, naar de taken in Outlook. Kijk, hier is mijn Outlook onderaan. We hebben hier onze mails, onze agenda, onze contacten. En hier onder de drie puntjes zitten de taken verstopt. Nu, afhankelijk van de instellingen van uw Outlook, kan dat balkje met die mogelijkheden ook langs de linkerkant staan enzovoort. Maar dat zijn alleszins uw taken. Voilà, en dat was een taak die op morgen stond. Dus hier ga ik die bij tomorrow terugvinden. Contacteren in verband met verhoging van de kapitaal. Voilà. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is een afspraak buiten kantoor. Daar kan het soms ook nuttig zijn om dat ook in uw Outlook-kalender te krijgen. Kijk, ik ga hier op zoek gaan naar deze meneer. Zeker meneer Maartens Jan.
Voilà. En ik heb bijvoorbeeld maandag een afspraak gepland met deze klant om de laatste contracten die nog bij zijn bank zitten, om die over te nemen, niet alleen van hem, ook van zijn vrouw, ook van zijn firma Quick Transport. Wel, kijk, dan ga ik eerst mijn activiteit maken. Dus ik ga van hieruit naar de activiteiten. Ik ga links de keuze maken, activiteit maken. En hier zeg ik afspraak klant om laatste zo bankpolissen over te nemen. Plus van echtgenote, plus van firma, bijvoorbeeld. En hier gaan we zetten maandag 23.05, zo is het, 2022, om 18 uur 's avonds. Voilà, ik ga opslagen doen. En kijk, dan heb ik hier links de keuze Outlook vergadering maken. Van hieruit, vanuit mijn agenda als beheerder, wil ik bijvoorbeeld ook ineens de klant uitnodigen. En misschien ook de echtgenoten, want die ook aanwezig zijn. Kijk, dan klikken we daarop. En kijk, hier heb je eerst je onderwerp. Stel dat ik nu van de onderwerp dit deel hier gewoon kopieer. En kan ik kopiëren en daar zetten. Voilà. Hier, plaats. Gaan we eens een keer kijken. We gaan op vergrootglas klikken. En hier op het hoofdadres van de klant zelf. Leuvense Steenweg. En verder gaat de afspraak door op 23.05. Om 17 uur was dat. En ik ga er ook ineens het einduur bij zetten. 18 uur bijvoorbeeld. Zie je? Voilà. En wat heb je nou de mogelijkheid? Ik heb hier nu zelf als beheerder die activiteit gemaakt, maar ik wil mijn klant mee uitnodigen. Kijk, hier links heb je een aantal opties. Deelnemer toevoegen, betrokkenen. Je hebt ook de correspondent van betrokkenen als mogelijkheid. Je hebt zelf een andere beheerder die je wilt uitnodigen. Een andere gebruiker, de beheerder van de maatschappij is dit eigenlijk. Een andere gebruiker, dat is een beheerder op kantoor. Of zelfs een vrije deelnemer. Stel dat er een externe partij mee zou deelnemen aan deze afspraak, dan kan dat ook. Ik kan nu kiezen voor deelnemer toevoegen betrokkenen, want ik ga eerst en vooral mijn klant uitnodigen. En ik ga hier op zoek naar meneer Maartens. Maartens Jan is het als verzekeringsnemer. Voilà. En dan zien we dat hij hieronder wordt toegevoegd met zijn e-mailadres ook wat we nodig hebben. Ik kan ook eens een echtgenote toevoegen. Dus opnieuw deelnemer toevoegen, betrokkenen. Mevrouw Martin. En ik ga zoeken doen. En het is Martin Louisa als verzekeringsnemer. Hier zie je mevrouw. En kijk, ook hier zien we dan dat elke malen die personen worden toegevoegd. Stel dat iemand zou toevoegen die maar optioneel aanwezig moet zijn. Dat kan ook natuurlijk. Dan maakt u hier die keuze. Hier is dat nu niet het geval. Dus ik laat die ook gewoon staan. En zo ga ik die dan uiteindelijk opslagen, zodat je dat ook deze twee mensen via hun e-mailadres worden uitgenodigd. Voilà, dat is gebeurd. En kijk, we gaan nu eens de proef op de som nemen. Als ik nu ga kijken naar mijn Outlook-kalender en ik ga hier terug naar mijn kalender, ik had het gezet op maandag 23, dat is komende maandag. En kijk, hier zie ik dat wel degelijk staan om 17 uur. Afspraak om de laatste bankcontracten van de klant mee over te nemen. Zie je? Voilà. Zo, dan zijn we eigenlijk met dat deeltje rond. En dan geef ik graag het woord aan Kevin voor het laatste grote hoofdstuk. Ja, dankjewel Stijn. Dus het was zeer interessant dat we bepaalde activiteiten toch kunnen exporteren naar onze Outlook-agenda en dat eender waar kunnen raadplegen. Het laatste deeltje dat we nu gaan hebben is wat we kunnen doen qua instellingen voor deze module en hoe dat we dus bij gevolg hier en daar tijd kunnen winnen. Om dat te bezien gaan we terug naar Brio. Voilà, we zijn terug in onze Brio. En als eerste puntje, wat gaan we zien? Dat zijn de PLW-voorkeuren. Waar bevinden zich die? Ja, hier van boven links bij extra. En dan voorkeuren. Ik ga ze allemaal kort toelichten wat ze zijn. Ik ga het niet laten zien wat dat juist doet, maar ik ga het gewoon uitleggen. Dus auto-preview bij toewijzen. We hebben dat gezien als we op een document rechtsklikken en toewijzen zeggen of we slepen het naar onze kolom. Gaat Brio automatisch een preview van het document laten zien. Dus dat we kunnen zien wat voor het document het is. Dus de inhoud van de foto, de pdf of de e-mail. Map van de lokale bestanden automatisch verversen.
Ja, dat is dat mapje hier links bij die twee bladjes papier om lokale bestanden te gaan koppelen. Ja, stelt dat u op de computer in dat mapje een nieuw document gaat toevoegen. Ja, als het automatisch verversen aanstaat, dan gaat dat automatisch hier in Brio ook tevoorschijn komen. De volgende twee, dus lokale bestanden en lokale e-mails, verwijderen na verbinding. Dus stelt dat u een bestand van uw computer gaat koppelen in Brio of een e-mail van uw Outlook gaat koppelen in Brio. Dat is hetzelfde als hier uw e-mails in het PLW-luik. Dus als u een document of een e-mail gaat toewijzen in dossier, dat dat automatisch gaat geschrapt worden van uw PC en vanuit uw Outlook. Dat mag in principe, het staat toch in Brio, het is altijd raadpleegbaar, maar stelt dat u graag het toch nog bij uzelf bewaart, dan moet u dat uitvinken. Het volgende is Word-document als PDF opslaan bij toewijzen. Ja, dat is een vinkje aanduiden, like als Stijn heeft laten zien straks. Maar als u graag standaard heeft dat alle Word-documenten PDF's worden, dan kan u dat zeker aanduiden. Het volgende, de dagdatum als datum van het document gebruiken bij het toewijzen. Wat wil dat zeggen? Stel dat we vandaag een document van een maand geleden gaan koppelen, we hebben een beetje vertraging. Ja, dan gaat Brio zeggen dat dat document van vandaag is en niet van een maand geleden. Dus dat moet u voor zich uitmaken als u dat interessant vindt of niet. De twee volgende, een activiteit maken bij het toewijzen, dat dat standaard open staat in het toewijsscherm en dat het standaard is afgesloten. Weer hetzelfde, dat zijn allemaal voorkeuren. Dus is iets juist of fout? Nee, het is gewoon hoe dat u het liefste te werk gaat. De datum van het document gebruiken als datum van de activiteit bij het toewijzen. Het lijkt op het voorgaande, dus de dagdatum, maar hier stelt dat wij dus een document gaan koppelen met een activiteit. Ja, dan gaat de datum van het document de datum van de activiteit zijn. Dus stelt een mail van een maand geleden, gaan we vandaag gaan toewijzen in een dossier. Ja, dan gaat de datum van mijn activiteit niet vandaag zijn, maar een maand geleden. Het volgende, e-mails met bijlagen steeds apart toewijzen. Ja, we hebben het gezien, dat is op een paperclip-icoontje klikken en hij zet dat mooi apart. Maar stel dat u zegt van ja, ik wil nooit een mail met zijn bijlages in één geheel gaan toewijzen, ik wil dat altijd apart hebben, ja, dan kan u dat beter gaan aanduiden en hoeft u dus nooit meer op dat icoontje te gaan klikken. Bij het toewijzen van een e-mail het onderwerp van de e-mail als naam van het verbonden document voorstellen. Ja of nee, dat moet u weer voor uzelf uitmaken. Nu, standaard, als we een mail gaan toewijzen, gaat hij dat de naam geven van de map waar dat zich in bevindt. Dus is dat in een map inbox, gaat dat inbox noemen. Is dat in een map opvolgingen, gaat dat opvolgingen noemen, bijvoorbeeld. Stelt dat u deze aanvinkt, dan gaat Brio het onderwerp dat de klant aan de e-mail gegeven heeft, voorstellen als naam voor het document. Dat gaat dikwijls niet oké zijn, maar dat gaat in veel gevallen toch al duidelijker zijn dan de naam van de map van waar het komt. Het volgende, daar moet u bij opletten. Dus aanvullen van e-mailadressen bij toewijzen van lokale e-mails. Stelt, we zitten bij Jan Maartens en ik krijg een e-mail van zijn advocaat binnen. Omtrent even wat, maakt nu niet uit. Ja, die e-mail van die advocaat staat niet bij Maartens. Brio ziet dat en Brio zegt, opgelet, dat e-mailadres staat daar niet. We gaan dat gaan toevoegen bij de klant. Hij doet het niet automatisch, hij stelt het voor, maar als u niet oplet en u zegt oké, ja, dan gaat de e-mail van de advocaat bij Jan Maarten staan, wat dan niet correct is, uiteraard. Schrappen van de verzonde e-mails uit de map verzonde items van onze Outlook. Dus stel dat wij een e-mail versturen vanuit Brio, wat het altijd moet, dus niet vanuit uw Outlook vertrekken, maar altijd vanuit Brio. Ja, dan gaat die e-mail ook geschrapt worden vanuit uw Outlook, vanuit de map verzonde items. Heeft u graag dat daar toch nog een kopie staat, ja, dan moet deze uitgevinkt zijn. Stijn heeft daar straks hier gezegd lokale bestanden wissen. Dus als we een document openen bijvoorbeeld, iedere keer gaat hij dat lokaal even downloaden.
Na verloop van tijd gaat Brio trager en trager beginnen te werken en moet u dat gaan wissen. Ja, duidt u deze vinkje aan, dan gaat Brio dat automatisch doen iedere keer dat u de PLW dicht doet. Het volgende. In plaats van een document type te gebruiken, dus klantenfiche, wettelijke identiteitskaart, rijbewijs bijvoorbeeld, kunnen wij werken met een code. Nou, sommige mensen hebben dan misschien liever om met een code te werken. Dat zegt dan wel niks meer, dat is dan gewoon een code. Maar als u dat liever heeft, dat is mogelijk. De volgende twee zijn een beetje hetzelfde. Dus bij het toewijzen van een lokale e-mail of een lokaal bestand van op de computer gaat Brio voorstellen als er nog openstaande activiteiten zijn om die automatisch af te sluiten. Dat is weer een voorkeur dat u heeft om dat te gebruiken of niet. Deze kan wel altijd handig zijn. De functionaliteit toewijzen aan de context van het gesprek activeren. Stel dat ik bij Maartens een mail verstuur vanuit een contract naar Jan. Jan beantwoordt je e-mail, dus dat komt terug binnen in mijn Outlook of hier in mijn PLW-luik bij mijn e-mails. Ja, als ik dat dan er rechtsop ga klikken en ga zeggen toewijzen aan de context van het gesprek als het bestaat, dus als dat vertrokken is vanuit Brio. En dan kunnen we dat gebruiken en gaat Brio automatisch terug de juiste fiche of het juiste dossier openen, zodat wij daar deze e-mail kunnen gaan koppelen. En dus dat kan wel zeker handig zijn om dat te gebruiken. Dan hoeft u, als u vanuit Brio een mail stuurt, uw klant antwoordt erop, niet altijd zelf moeten gaan zoeken van waar kwam dat. We kunnen ook de omschrijving van het document tonen op de eerste lijn van de tegel. Als u dat liever heeft in plaats van de naam van het document, dat is mogelijk. Nu, al deze voorkeuren of instellingen, dat is eigenlijk per PC gebonden. Ja, dus iedereen kan dat voor zich kiezen. Maar stelt, ik werk op een kantoor, ik heb één vaste PC en één laptop. Ja, dan ga ik op die twee verschillende computers die instellingen moeten gaan aanpassen. Want het is per computer dat wordt bijgehouden. Het makkelijkste is uiteraard als iedereen ongeveer dezelfde vinkjes neemt, dat ze op dezelfde manier werken. Maar dat is uiteraard aan jullie om te zien van hoe willen jullie werken en wat zijn jullie voorkeuren. Dus dat waren de PLW-voorkeuren. Nog eens herhaal ik het, dat is per PC. En dan gaan we nu eens kijken hoe dat wij eventueel nieuwe omschrijvingen kunnen gaan toevoegen aan de documenten. Dus dat we in een lijst extra omschrijvingen kunnen gaan toevoegen. Waar bevindt zich dat? Bij de tabellen. En hoe gaan we daar naartoe? Via tandwiel rechts van boven extra en dan tabellen. Ja, ik ga u even zeggen, dat is tabel 973. Standaard omschrijvingen van verbonden documenten. Als we daarop klikken, ja, dan zien we heel het lijstje hier staan van wat we kunnen gebruiken als omschrijving van een verbonden document. Stel dat we hier toch graag dingen zouden toevoegen, nou, dat kan. En we doen wijzigen. En we kunnen waardes gaan toevoegen. Die grijze waardes hier, die kunnen we niet gaan schrappen, want dat zijn Telebip-waardes, dat is officieel. Waardes die wij zelf hebben toegevoegd, kunnen wij wel gaan schrappen achteraf eventueel. Maar we willen dus gewoon iets nieuws gaan toevoegen, dus waarde toevoegen. Moeten we uiteraard een code ingeven en de laatste was 1050, dus bijvoorbeeld 1051. En wat kunnen we zeggen? Communicatie, makelaar bijvoorbeeld. Ik heb een toegevoegd. Stel dat ik eventueel nog een tweede wil toevoegen, kan altijd gebeuren. Dus opnieuw waarde toevoegen. En dan kunnen we zeggen bijvoorbeeld 1052, notitie, makelaar, na afspraak. Nou, bijvoorbeeld, zijn maar voorbeeldjes. Ik ga ze biedt ook laten zien waar dat juist is, want het is misschien niet evident om zich dat te herinneren. Het is allemaal nieuw uiteraard, maar we gaan het zo biedt bekijken.
Dus dat is de tabel die is aangepast. Als u daar iets in aanpast, moet u Brio altijd dicht doen en terug openen vooraleer dat de aanpassing is gebeurd. Maar we gaan dat zelfs doen als we alle instellingen hebben overlopen. Nu, voor het volgende gaan we naar de makelaarinstellingen, dus de instellingen van heel het kantoor, en gaan we daar zien wat wij kunnen doen voor de PLW. Waar zijn die? Bij het mannetje van boven rechts. En dan makelaar, gegevens, instellingen. Hier gaan we er drie bekijken van de instellingen. Heeft u meer interesse over alle instellingen? Daar is ook een tutorial over. Maar over de PLW hier gaan we nu kijken naar de verzendingsparameter. Dus we hebben hier verschillende tabbladjes. Tabblad verzending. En we kunnen hier gaan wijzigen. Nu, wat wil dat eigenlijk zeggen, een verzendingparameter? Dat is, ja, wat moet Brio doen qua activiteit, qua document, als wij iets versturen qua communicatie vanuit Brio? We hadden gezien daar straks, normaal gezien, als wij een mail sturen vanuit Brio of een brief, gaat er automatisch een activiteit openen om daar, ja, het bewijsje van bij te houden in Brio dat wij dat gestuurd hebben naar onze klant of naar iemand anders. Ja, Stijn heeft daar straks eens e-mail beantwoorden gedaan en toen hebben we gezien dat daar niet automatisch een activiteit kwam. Dat is omdat hier die parameter ontbreekt. Dus wat moet u zeker doen of wat is zeker aan te raden dat hier op zijn minst een parameter wordt toegevoegd voor verzonden e-mails, zodat, ja, iedere keer als u vanuit het PLW-luik zelf beantwoorden doet op een e-mail, dat daar ook een activiteit van komt. Hoe gaan we dat toevoegen? Hier links verzendingsparameter toevoegen. En we krijgen hier een nieuw blokje. Ja, we gaan zeggen, het moet voor e-mails zijn en voor... De rest moeten we hier gaan kijken. Ja, dus het is een e-mail. Wat is dat? Ja, communicatie. En wat er gezegd voor een e-mail dat wij versturen. Dus verzonden e-mail. En dan moeten we gaan, ja, specifiëren wat moet er in de activiteit komen. Bijvoorbeeld, er moet een activiteit zijn of niet. Ze mag standaard afgesloten zijn of niet. De archiveringswijze daarvan. Je mag hier kiezen wat u wilt. Dat maakt nu niet zoveel uit. Om dat te gaan verwijderen of archiveren, moeten we achteraf nog altijd functies gaan gebruiken in Brio. Dus het is niet omdat we hier verwijderen gaan kiezen, dat als we de activiteit gaan afsluiten, dat automatisch verwijderd wordt uit ons systeem. Helemaal niet. Voilà. En dan kunnen we kiezen, ja, moeten we een vaste tekst gebruiken als onderwerp van de activiteit. En kunnen we hier bijvoorbeeld zetten apenstaartje, mail. We kunnen zeggen, ja, ik wil mijn bestemmeling dat dat in de activiteit komt. Het onderwerp of standaard, lekker als het is, het bericht, dus heel de e-mail. En dan kunnen we ook nog gaan specifieren voor het verbonden document. Ja, hoe willen we dat opslaan? Tijdelijk, permanent. Weer hetzelfde als hier van boven. Het is niet omdat we tijdelijk hier gaan kiezen dat na een periode dat automatisch wordt geschrapt. Nee, we moeten daarvoor nog specifiek de functies gaan gebruiken om dat te gaan opkuisen. Activiteit verbonden document. Het is aanpasbaar of zichtbaar in mijn broker, ja of nee. Oké, ik heb hier nu alles ingevuld en dan kunnen we zeggen opslaan. Hij zegt nu, ja, de PLW moet afgesloten worden en terug opgestart. En als we dat doen, dan gaat, als we nu een e-mail beantwoorden doen, automatisch ook een activiteit tevoorschijn komen. Wat kunnen we nog gaan instellen om tijd te winnen? Hier onderwerp, dus twee tabbladjes verder. En hier kunnen we alle onderwerpen van onze brieven, e-mails, sms'en en MyBrokerberichten gaan definiëren. Ik ga het voor één uitleggen. Bijvoorbeeld, stel dat we vanuit een contract een e-mail gaan sturen. Dus vertrekcontext is contract. We vertrekken vanuit een contract. We sturen naar onze bestemming, dus onze verzekeringsnemer, een e-mail in het Nederlands. En dan zien we hier rechts het onderwerp dat gaat gegenereerd worden. Ja, dus standaard is dat polis, auto, nummer
en de polisnummer. Stelt dat we daar liever iets anders van maken, kunnen we zeggen bijvoorbeeld uw contract, auto of polistippen. Of bijvoorbeeld, wat hebben we ook hier? Tabellen waar dat omschrijving klant staat. Ja, dus bijvoorbeeld een autopolis, toerisme en zaken in gemengd gebruik. Ja, uw klant, dat is nu niet zo duidelijk wat voor iets het is. Wel, in die tabellen omschrijving klant, bijvoorbeeld polistippen, hebben we dat polistippen gaan vertaald naar iets wat dat begrijpbaar is voor uw klant. En daar gaat dus gewoon standaard auto staan. We kunnen zeggen de nummer, polisnummer, bijvoorbeeld het risicoobject kunnen we gaan toevoegen, als u dat graag heeft. Omschrijving, risicoobject. En wat is ook wel aan te raden, zeker in deze module, is dat u het onderwerp van de brief neemt. Dus stel dat wij een brief gaan versturen via e-mail, dus in bijlage bijvoorbeeld, of als inhoud gaan versturen. Stel dat dat een brief is... plaatsingsmandaat of opzeg of klantenfiche, maakt niet uit, dan gaat in het onderwerp van mijn e-mail van achter de omschrijving van die brief ook komen te staan. Wat dat zeker handig is. Okay. En dan hebben we nog als laatste hiernaast een tabbladje PLW, dus specifiek weer parameters voor de PLW. Ik ga links zeggen 1 toevoegen en dan gaat wel duidelijk worden wat dat juist is. Ik ga het subiet ook laten zien wat dat juist doet. Want het is misschien niet altijd duidelijk wat dat is. Dus hier bijvoorbeeld omschrijving. Dat zijn de omschrijvingen van onze documenten. Ik ga hier bijvoorbeeld rijbewijs nemen. En wat wil dat nu zeggen? Vertrekcontext, dus de context waar ik ga vertrekken om een document te gaan koppelen. Bijvoorbeeld betrokkenen. Dus ik vertrek van een betrokkenen, ik ga een document koppelen en ik wil dit als omschrijving krijgen in mijn lijst. Ik kan eventueel nog specifieren, het moet een betrokkenen zijn, verzekeringsnemer of iets anders, of geen. Als het geen is, zijn het voor alle betrokkenen. En ik kan zeggen, moet het zichtbaar zijn in mijn broker of niet. Dus stel dat ik deze... ga opslaan. Wat gaat er gebeuren? Als ik een document ga koppelen van op een betrokkenen, ga ik alleen de optie rijbewijs krijgen. Ik kan eventueel een tweede toevoegen. En dat gaat het duidelijker maken. Dus opnieuw, ik vertrek vanuit mijn betrokkenen, ga daar een document gaan toewijzen en ik wil als optie krijgen identiteitskaart. We gaan opslaan. Dus wat heb ik nu gedaan? Hier 2 parameters toegevoegd. Dus in principe, als ik nu vanuit een betrokkenen iets ga toewijzen, krijg ik maar 2 opties. En we gaan eens kijken. Dus brio dicht doen. En terug openen. Voilà, brio opent zich terug en we gaan nu eens zien wat we net hebben aangepast bij de parameters of bij de instellingen. Ja, enerzijds, als laatste hadden we de PLW-parameter gedaan. Dus ik had gezegd, als we vanuit een betrokkenen een document gaan toewijzen, moeten we maar alleen de opties vanuit die lijst krijgen. Oké, we gaan eens kijken. Ik ga hier bijvoorbeeld zeggen rijbewijs. Ik wil dat bij Maarters gaan toewijzen, dus rechtermuisklik en toewijzen. En hier nu bij omschrijving heb ik 2 opties van de 142 in totaal. Dus als ik hier op dat lijstje klik, krijg ik nu alleen die opties die ik heb aangemaakt daarjuist. Dat is een beetje om te vermijden dat we documentjes overal gaan klasseren. En dan kan u zeggen van ja, vanuit een betrokkenen wil ik dat mijn medewerkers alleen maar die type documentjes gaan zetten. Vanuit een contract alleen maar die type documenten en zo verder. Stel dat ik nu toch voor een of andere reden hier heel dat lijstje wil, ja, dat kan nog. Ik kan hier op dat kruisje klikken van de filter en dan krijg ik heel mijn lijst. Ik heb er 2 keer op geklikt. Voilà. En dan krijg ik terug heel mijn lijst. We hadden ook onderwerp van de e-mail gedaan en een verzendingsparameter. Dat ga ik nu niet laten zien. Jullie weten wat dat is in principe.
Maar als eerste bij de instellingen hadden we ook een omschrijving toegevoegd in een tabel. Nou, wel, die gaan we hier terugvinden bij omschrijving. En dat was bijvoorbeeld notitie makelaar na afspraak. Notitie makelaar na afspraak. En dan kunnen we dat hier gaan gebruiken. Het is alleen bij omschrijving en niet bij documenttypen. Waarom niet? Dat zijn de officiële telebip-benamingen bij documenttypen waar dat we niks kunnen aanpassen. Waarom niet? Omdat achteraf bij bepaalde functies wordt gebruikt. Maar bij omschrijving kunnen wij dus, zoals we gezien hebben, extra waardes gaan toevoegen in die tabel. Voilà, dan zijn we rond bij de instellingen. En dan is het tijd voor onze laatste poll van vandaag. We gaan terug naar ons overzicht. En de poll luidt als volgt. Dus dat is wat we net gezien hebben. Is het mogelijk om andere documenttypes toe te voegen? Ja of nee? Dat is eigenlijk wat we net hebben gezien. U mag gerust even antwoorden. En het juiste antwoord is nee. Dus geen documenttypes kunnen we toevoegen, maar wel omschrijvingen van documenten. Dan ga ik nu voor het laatste deeltje het woord aan Stijn teruggeven. Dank u wel, Kevin, voor deze klare en duidelijke uitleg. En kijk, dan komen we nu tot de conclusie. We hebben heel wat gezien binnen deze paperless workflow. Het eerste wat we gezien hebben, dat is dat er links een kolom is, links of rechts. U kan die zetten waar u wil. Maar alleszins een kolom die permanent de verbonden documenten toont van het dossier waar u in zit. U gaat die inhoud, met andere woorden, ook constant zien verspringen, afhankelijk in welk dossier u zit en hoeveel verbonden documenten dat daar aanhangen. Wat hebben we dan nog gezien? Dat is dat we die documenten, verbonden documenten, zeer makkelijk kunnen toewijzen. En dat is door de lokale bestanden in te laden in die kolom en zo rechtermuisknop toewijzen doen, benamingen te geven en op te slagen en het zit erin. En hetzelfde verhaal eigenlijk met de e-mails. E-mails daarin inladen, rechtermuisknop en toewijzen. U weet, een alternatief voor rechtermuisknop toewijzen is ook het slepen van op een ander scherm. En tot slot hebben we ook nog gezien dat er in die kolom verbonden documenten een hele reeks mogelijkheden zijn die uw leven en uw werking vooral een stuk makkelijker maken. En rechtermuisknop hebben we gezien bijvoorbeeld detaildocumentactiviteit, bijna bovenaan, om bijvoorbeeld een benaming van een document aan te passen of te updaten als dat nodig is. Maar we hebben ook gezien een heel aantal handtekeningmogelijkheden, digitale handtekeningopties, om uw klant eigenlijk zeer snel digitaal te laten tekenen met bijvoorbeeld de EID-kaart of iets mee of andere opties. En ook nog mogelijkheden op de rechtermuisknop was dat u verbonden documenten van daaruit als bijlage kan versturen, zeer snel via e-mail. Zie je? Dus uw werking binnen Brio, uw beheer, gaat een heel stuk efficiënter lopen door goed te gebruik te maken van de paperless workflow. Zo, Kevin, bedankt voor uw bijdrage alleszins. Ja, dankjewel, Stijn. Jij ook bedankt voor de duidelijke uitleg. Dan nog juist een beetje informatie voordat we gaan afsluiten. Wenst u meer te weten over deze opleiding of ze opnieuw te bekijken of informatie over andere zaken, kan u altijd terecht op myportima.com. U kan daar webinars gaan herbekijken, tutorials gaan bekijken, quick user guides of ook online opleidingen gaan volgen. In Brio zelf is er een vraagtekentje en dat is de contextuele hulp. Daar krijgt u ook wel wat uitleg over bepaalde zaken in Brio. En als u het wenst, kan u uiteraard ook steeds ons contactcenter contacteren op het nummer dat u op het scherm ziet. En dan rest ons alleen nog jullie maar te bedanken voor jullie tijd en hopen dat jullie iets hebben bijgeleerd en vanaf nu efficiënt met de PLW kunnen werken. Bedankt en tot later.